Dames en heren, geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Hartelijk welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 4 december 2018. Welkom geldt ook voor de mensen die ons thuis bekijken of beluisteren. Aan de orde is de agenda voor de gemeenteraadsvergadering. Opening, mededelingen. Ik zie dat de gemeenteraad in voltalligheid bijeen is. Dat is goed om te constateren. En bij de opening zou ik direct het woord tot u willen richten. Vanwege het overlijden van een oud raadslid, CDA-raadslid, de heer Ab Leenders. En dat doe ik vanachter het spreekgestoelte. En ook een bijzonder woord van welkom aan de familie van Ab, mevrouw Rita, de kinderen en de kleinkinderen. Fijn dat jullie in ons midden zijn, waar we aan het begin van deze raadsvergadering van 4 december stilstaan bij het verlies van Ab. En ik verzoek u inderdaad, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van oud-CDA-raadslid, de heer Ab Leenders. En ik wil graag met u samen hier een in memoriam uitspreken ter nagedachtenis aan Ab. Op 24 november jongstleden is de heer Ab Leenders op 74-jarige leeftijd overleden. Ab was getrouwd met Rita. En hij was tevens vader en opa. En kleinkinderen zijn hier aanwezig. Ab en Rita woonden aan de Zwarte Dijk in Lutte. En van 94 tot 2000 en later van 2002 tot 2006 is hij raadslid geweest voor het CDA. Eerst in de oude gemeente en later in de nieuwe gemeente, nieuw gevormde gemeente Hardenberg. Ook is Ab jarenlang secretaris van de fractie van het CDA geweest. En als secretaris organiseerde hij talloze evenementen, bijeenkomsten. En deed dat op een hele secure, nauwgezette wijze. Met zeer veel zorgvuldigheid. En de fractie is hem daar dankbaar voor. We hebben daar vanochtend nog even bij stilgestaan met een oud fractielid in het midden van het college. Volgens ook een ander oud fractiegenoot was Ab ook zeer behulpzaam als mens. En ook bijzonder geïnteresseerd in andere mensen. En daarnaast, wat heel bijzonder was, maar ook heel welkom binnen de fractie. Hij had een enorme kennis van alle lokale netwerken die er waren. Een betrokken politicus en een betrokken inwoner van de gemeente Hardenberg. Daarnaast was Ab niet alleen politiek actief, maar ook als vrijwilliger was hij actief in diverse gremia. Zo deed hij veel voor de kerk, maar ook voor het plaatselijk belang in Lutte. Vanaf deze kant wil het gemeentebestuur, wil ik als burgemeester, Rita en de kinderen, kleinkinderen, veel kracht en sterkte toewensen om dit zo'n zware verlies voor jullie te kunnen dragen. En graag wil ik een moment stilte in acht nemen. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele minuten. Dames en heren, leden van de raad, ik heropen de vergadering van dinsdag 4 december 2018. We zijn toe aan agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Kunt u instemmen met deze agenda zoals die voorligt? Dat is het geval. Akkoord. En dan gaan we toe naar agendapunt 4, het spreekrecht bij de agendapunten. We hebben twee insprekers hebben zich gemeld. De heer Gerwin Veltink en de heer Jos van der Graaf. En dat gaat over agendapunt 6, duurzaamheidsprogramma richtinggevende besluitvorming.
Ik zou allereerst het woord willen geven aan de heer Veldink. En die is aanwezig. Ja. U kunt gebruik maken van het spreekgestoelte. Maximaal heeft u 5 minuten. En korter mag ook. En u gaat nog een korte presentatie erbij doen. Aan u het woord. Beste leden van de raad, wethouders, burgemeester en aanwezigen. 2 weken geleden tijdens de oriënterende ronde zat ik hier op de publieke tribune. Ik was naar het gemeentehuis gekomen met het idee dat het een beklonken zaak zou zijn met betrekking tot het raadsvoorstel. Nadat ik een aantal insprekers had gehoord, werd het me duidelijk dat er best nog wat bezwaren zijn tegen een aantal initiatieven. Graag wil ik jullie de komende 5 minuten meenemen in het project Lutte Levert. Hoe dit project tot stand gekomen is, wat we tot nu toe bereikt hebben en wat onze volgende stappen zijn. Bijna 4 jaar geleden hebben we met Lutte Leeft de duurzaamheidswedstrijd gewonnen. Veel Luttenaren hebben hier energie van gekregen en zijn gemotiveerd geraakt om een idee uit ons duurzaamheidsplan verder uit te werken. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels gerealiseerd en draaien goed. Een leuk voorbeeld is de coöperatie Lutte Bouwt. Inmiddels zijn er 8 woningen opgeleverd, zijn er 5 woningen in ontwikkeling en ligt het vervolgplan ook al op tafel. Op deze manier zorgen we ervoor dat er plek blijft in het dorp voor de jongeren en senioren. In ons duurzaamheidsplan staat ook een idee beschreven voor het collectief inkopen van energie of het gezamenlijk opwekken van energie. We hebben onderzocht of het mogelijk was om eigenaren of om daken van bedrijven te gebruiken, maar we merkten al vrij snel dat de eigenaren terughoudend waren in verband met de lange termijnvisie van het pand. Je gaat een dergelijk contract wel aan voor 25 jaar. Gelukkig had een bedrijf nog wel een stuk grond waarop we een zonnepark mochten ontwikkelen. Wel een heel andere omvang trouwens. Op het scherm zien we linksonder het betreffende dak waar maximaal 750 panelen geïnstalleerd kunnen worden. Daarnaast zie je het terrein wat we kunnen gebruiken, plaats voor ongeveer 5000 panelen. Voordat we verder gaan, is het nog wel even goed om kort stil te staan bij de doelstellingen die we altijd in ons achterhoofd hebben gehouden tijdens het ontwikkelen van ons project. De eerste is vrij duidelijk, een steentje bijdragen aan de energietransitie. Verder vinden wij het belangrijk dat de inwoners van Lutten en omgeving kunnen investeren en profiteren van de opbrengsten. Daarom hebben we vanuit de basis gekozen voor de postcode-roosregeling. Een stukje educatie en voorlichting voor onderwijs, maar ook voor andere initiatiefnemers nemen we mee in onze plannen. Lokale ondernemers willen we laten profiteren tijdens de installatie en onderhoud van het park. Samen met de gemeente Harderberg gaan we nog graag op zoek naar een mogelijkheid dat mensen met een lage beurs ook kunnen investeren in het park middels bijvoorbeeld een lening. Ik hoop dat de kleine lettertjes zichtbaar zijn. Maar nadat we een medewerking hebben gekregen van de grondeigenaar, hebben er regelmatig gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Harderberg, de provincie Overijssel, professionele partijen, inwoners van het dorp en buurtbewoners. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente op 3 oktober 2017 ons park heeft erkend als pilotproject. Vanaf dat moment is er heel veel energie gestoken in het plan door onze vrijwilligers. Ik zal niet het hele lijstje wat op het scherm staat voor gaan lezen, maar een aantal wil ik wel even benoemen. We hebben een energiecoöperatie opgericht. De omwonenden zijn geïnformeerd. Vanuit de eerste schets hebben we samen met omwonenden de ruimtelijke inpassing verder uitgewerkt. Tijdens de jaarvergadering van het plaatselijk belang hebben we de aftrap gegeven van de ledenwerving. Inmiddels hebben we ruim 3 ton aan intentieverklaringen binnen. De gemeente Harderberg heeft in september ons ruimtelijk kwaliteitsplan goedgekeurd. En vorige week is de ruimtelijke onderbouwing definitief gemaakt, waarmee we een volgende stap kunnen zetten. Wanneer het raadsvoorstel vandaag wordt goedgekeurd, dan wordt morgen de omgevingsvergunning aangevraagd. In de tabel op het scherm staan slechts een paar stappen gedefinieerd. Echter, we beseffen dat we het als vrijwilligers enorm druk gaan krijgen de komende periode, met onder andere de SDE-aanvraag, de postcode-roosregeling, de financiering en aanbesteding van het park. Desalniettemin is ons doel om het zonnepark te realiseren augustus volgend jaar. We begrijpen dat het voor de gemeente Harderberg ook iets nieuws is, het eerste zonnepark in de gemeente Harderberg. Er zal links en rechts best wel wat gezocht moeten worden naar de juiste wegen en procedures. Het is echter een feit dat initiatiefnemers en de gemeente elkaar nodig hebben in het realiseren van de gestelde energiedoelstellingen. Laten we samenwerken
en leren van de eerste projecten, zodat we die ervaring kunnen gebruiken in de toekomst. Als Luther Levert hebben we reeds een behoorlijke reis gemaakt. In 2015 is het idee geboren en nu zijn we klaar om de volgende stap te zetten. Daarvoor hebben we echter wel uw goedkeuring nodig. Wanneer er redenen zijn om te geloven dat er bij een aantal initiatieven nog losse eindjes zijn en er geen collectief oordeel gegeven kan worden vanavond, dan wil ik u vragen om de initiatieven afzonderlijk te beoordelen en ons toegang te geven en ons toegang te verlenen tot de volgende stappen. Ofwel ons toegang te verlenen tot de aanvraag van omgevingsvergunning. En dan als afsluiter nog een enkele slide met een paar afbeeldingen hoe het eruit komt te zien. En ik kan er nog wel een hele tijd over praten, maar ik denk dat mijn 5 minuten wel ongeveer voorbij zijn. Dus hierbij wil ik het laten en als er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Mooi, dank u wel. En plaatjes zeggen meer dan zoveel woorden, zeggen ze wel eens. Daarom. Dus dat blijkt maar weer. Ja, toch. Ik kijk even rond in de richting van de leden van de raad of er nog vragen zijn. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Veltink, dank voor uw verhaal. U bent hier al vaak genoemd, mag ik zeggen. Wel in de oriënterende ronde als in de tussenliggende periode. De financiële kant van het project is mij redelijk duidelijk. Wat u mij eerder al heeft uitgelegd en wat ik wel een belangrijk punt vind, ook voor de discussie, is de ruimtelijke inpassing van het plan. Nu weet ik daar inhoudelijk al iets van, maar zou u daar iets meer over kunnen vertellen? En dan bedoel ik met name de impact op de grond en hoe u daar rekening mee houdt. Ja. Dat kan. Ik heb uiteraard een paar backup slides. Ik denk van er komen vast leuke vragen. De ruimtelijke inpassing. We hebben tijdens het ontwikkelen van het project hebben we wel overwegingen gemaakt. We hebben bewust gekozen voor een niet-Oost-West opstelling. Maar echt heel duidelijk voor een Zuid-opstelling. Omdat wanneer je Oost-West doet, kun je ze heel mooi tegen elkaar aanplaatsen. Krijg je eigenlijk meer zonnepanelen per hectare. Eigenlijk ook meer opbrengst. Maar er zitten ook wel wat nadelige effecten aan. Eentje ervan is van, er komt weinig zonlicht op het grondoppervlak. De waterhuishouding wordt heel anders. Dus voor de biodiversiteit van de grond zal het een stuk slechter zijn. En wat voor ons ook heel belangrijk is, is van dat op het moment dat je Oost-West doet en meer panelen, heb je een lager rendement per participatie voor onze deelnemers. Akkoord. Andere vragen nog? Ja, de heer Jonkhans. Ja, u geeft aan dat er mensen kunnen deelnemen. Is daar nog veel ruimte voor? Loopt dat goed? Kunt u daar wellicht wat over zeggen, over de participatie? Ja, daar kan ik iets over zeggen. We hebben ruimte voor 5000 zonnepanelen in totaal. En we hebben inmiddels meer dan 1000 participaties hebben wij, laat maar zeggen, gereserveerd via intentieverklaringen. Dat betekent dus dat het park nog niet vol is. Op het moment dat we kijken naar de postcode roos, nu staat die op het scherm toevallig, dan zie je de kern, dat is 7775, dat is Lutte, Oud-Lutte. Daaromheen liggen heel veel postcodegebieden die mee kunnen doen. In Lutte hebben we op dit moment ongeveer 6% van de adressen die meedoen. Als we dat doortrekken naar de rest van het postcodegebied, dan hebben we het park vol. Ik denk dat hier ook een hele leuke taak ligt voor de gemeente Hardenberg, om ons hierin te helpen dat wij ook die andere adressen kunnen bereiken en daarmee het park vol krijgen. En anders is er nog een mogelijkheid, laten we zeggen dat we het resterende deel doen via de SDE. En de waarden daarvan die vloeien ook weer terug naar de participanten. Akkoord, dank. Andere vragen nog? Ja, de heer Kuipers. Dank u wel. Ik ben even nieuwsgierig van aan wat voor hulp u zit te denken. Aan welke, wat verwacht u van ons als gemeente? Nog ergens achter. Dacht ik tenminste. Nou, de eerste is natuurlijk het verkrijgen van de omgevingsvergunning vanavond. Ja, dat is wel heel belangrijk. Zonder omgevingsvergunning kunnen wij niet verder. En wat ik ook aangaf, het is het eerste park in de gemeente. Dus dat zal links en rechts best wel wat, laat maar zeggen, zoekende zijn. Maar ik denk dat we daar met z'n allen flexibel in moeten zijn en dan kunnen we ons park realiseren. De tweede is een stukje draagvlak creëren bij de overige postcodegebieden. Wij hebben als Lutte Levert bij de plaatselijke belangen aangeschreven van die andere gebieden, maar er komt heel weinig respons op.
Ik denk dat het ook komt. Iedereen die wordt tegenwoordig bijna doorgegooid door allerlei foldertjes, reclamemateriaal van zonnepanelen. En iedereen die denkt van daar zit weer een commerciële partij achter. Maar bij ons steekt het net iets anders. En samen met de gemeente Hardenberg kunnen we dat waarschijnlijk wel duidelijk maken aan al die adressen. Akkoord, dank u wel. Ik zie verder geen vragen vanuit de zijde van de raad. Dan wil ik u bedanken voor uw bijdrage en presentatie. En zou graag het woord geven aan de heer Van der Graaf. En ik heb hier staan buurtbewoner van Lutten. Ook voor u geldt maximaal 5 minuten. Ik heb niet zo heel veel in te brengen. Het zijn eigenlijk maar 2 punten die ik onder uw aandacht wil brengen. Het eerste is eigenlijk een van mijn kant uit als bewoner van de Dedersvaartseweg Noord. Toch een compliment aan de werkgroep Lutten Levert, hoe zij het aangepakt hebben ook met de buurt. Neemt niet weg dat ik als bewoner van Dedervaartsweg Noord 96 vanuit huis en tuin en ook de buren links en rechts van ons eigenlijk een van de weinige woningen zijn die in het lintbebouwing het volle zicht hebben krijgen op het zonneparkpaneel. Dus van begin af aan was voor mij een belangrijk punt de landschappelijke inpassing. En in overleg met ons, als deel van het compliment, is dat goed besproken. Ik denk dat er een goed plan ligt, waar we ook een stukje samenwerking kunnen doen als buurtbewoner en initiatiefnemers van het zonnepark. Maar mijn enige punt is eigenlijk wat ik mee wil geven, is dat ik u zou willen vragen om dat landschappelijke inpassingsplan ook onderdeel te worden, laten worden van de vergunningvoorwaarden. En daarmee probeer ik te voorkomen dat straks de panelen wel staan en dat misschien de inpassing te duur blijkt te zijn. Of wat dan ook. Dus vanuit ons persoonlijke belang, maar ook het landschappelijke beeld in totaliteit, graag aandacht voor de landschappelijke inpassing. Akkoord. Fijn, dank u wel. Ik weet niet of er nog vragen voor u zijn. Ik kijk even de kring rond de heer Bak. Dank u wel, meneer Gaaf. Ik heb 1 korte vraag. Wanneer zijn de initiatiefnemers voor het eerst bij u geweest? Bij mij geweest. Op een gegeven moment hoor je ervan. En dan ga je eerst eens kijken in je eigen tuin, op je eigen grond en je eigen kamerraam. Van hey, als het daar komt, wat ga ik dan zien? Probeer je voorstelling te maken. En ja, Lut is niet zo groot, dus ik ken wel een aantal mensen in het dorp. Dus dan zoek je ze op. En dan hoor je even de grote lijnen. Maar uiteindelijk is, en dat stond net ook op een sheet, ik dacht dat het 20 februari van dit jaar was. Hebben ze ons als buurtbewoners, dus die direct in de buurt worden uitgenodigd, om met iemand van een landschapsbureau gewoon na te denken over, en eerst uit te leggen wat gaat er gebeuren. En vervolgens samen na te denken over de inpassing. En ik moet zeggen, dat was een hele praktische werkwijze. Werd meteen gevisualiseerd wat ik en mijn directe buren inbrachten. En zo kon je zien hoe de inpassing ontstond, zeg maar, op die avond. Maar nogmaals, ik zou het ook graag gerealiseerd zien op die manier. Helder, dank. Akkoord. Andere vragen nog? Ja, de heer Roelofs. Dank, voorzitter. Meneer Van der Graaf. Dank dat u ook de andere kant van dit project laat zien, als direct betrokkenen. Ik vind het ook fijn dat u begint met een compliment aan de werkgroep. Dat is wel een mooi signaal aan hoe dit soort projecten aangepakt kunnen worden. Mijn vraag concreet aan u is, u brengt dit in. U heeft hele goede contacten met de werkgroep. Voorziet u al direct een risico als het niet in de vergunning zou staan? Daar twijfel ik een beetje aan hoe u dat dan voor zich ziet. Ja, daar ga ik een beetje hard op redeneren. Niet dat het hier het geval zal zijn, maar ik kan me voorstellen dat er initiatieven zijn waar we vanuit gaan, nou, met die inpassing komt het wel goed. En dan kun je mooie schetsjes, mooie plaatjes laten zien en iedereen wat rustig, maar het komt goed. Maar als dat geen voorwaarde is, en ja, dan loop je theoretisch het risico dat het allemaal niet uit kan. En dat ze zeggen, nou, moet ergens op bezuinigen, dan maar geen beplanting, dan maar geen inpassing. Dan gaat het alleen nog om de techniek en om de opbrengst, zou ik maar zeggen. Akkoord. Geen andere vragen meer voor u? Nee. Dan wil ik u ook bedanken voor uw bijdrage. En kunt u het debat volgen vanaf de publieke tribune? Dank voor de mogelijkheid. Er zijn geen andere insprekers voor de agendapunten die zich gemeld hebben. Ook nu zie ik geen mensen die aanstalten maken. Dus dat betekent dat wij doorgaan met agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 november jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. U kunt daarmee akkoord gaan. Dat is het geval. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. 2 stuks.
En we beginnen allereerst vervolgens op de insprekers, zeg maar, met het duurzaamheidsprogramma. En de richting geeft de besluitvorming voor de pilotprojecten voor de zonneparken. En met uw goedvinden wou ik dat op volgorde van grootte van de fractie doen. Dat betekent dat ik begin bij de fractie van het CDA. En ik kijk in de richting van de woordvoerder, de heer Roelofs, die aanstalten maakt om zich te begeven naar het spreekgestoelte, merk ik. Aan u het woord. Voorzitter. Dank. Ik bedenk me net dat u hier begin van dit jaar nog afscheid van me stond te nemen. En nu hebben we het hier samen weer over duurzaamheid. Hoe mooi kan het gaan? Op 20 november hebben we dit onderwerp al in de oriënterende ronde besproken. Meneer Bak roemde al de lengte van mijn betoog. Maar constateerde gelijk dat dit onderwerp wel wat verdieping behoeft. En dat ga ik vandaag ook weer samen met u doen. Er was een lange lijst met insprekers aanwezig op 20 november. Ze hadden vragen, zorgen, wensen. Ze wilden aan de slag met een zonnepark. Of juist niet. Die mensen hadden we ook. In de periode na de oriënterende ronde is er door ons met de insprekers en met andere fracties heel veel contact geweest. Ook vanavond hebben de mensen uit Lutte weer van zich laten horen, waarvoor dank. En dat vind ik mooi. Mensen vinden weg naar ons als raadsleden, naar elkaar. En wij vinden ook onze weg naar de andere raadsleden. Want dit zijn onderwerpen die je niet als fractie in je eentje moet doen. Dit zijn onderwerpen die zich er nou uitstekend voor lenen om samen op te pakken. En dat moeten we wat mij betreft doen. Wat duidelijk is dat we allemaal veel belang hechten aan de toekomst van onze gemeente. Maar ook aan de toekomst van de generaties na ons. Heel veel duurzame energie is onze ambitie. En dat bouwt zich op naar 2030. En om deze ambitie te halen moeten we versnellen richting een duurzaam Hardenberg. Daar waar er geen verschillen lijken te bestaan over de doelstelling en de wens en de noodzaak om te gaan versnellen, zijn er wel degelijk verschillen over de manier waarop we dit in willen vullen. Gaan we onder druk van de snelheid minder zorgvuldig zijn in onze keuze? Wij vinden van niet. We blijven achter ons principe staan dat we terughoudend willen zijn met het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Onze breed gesteunde motie, waar we al heel vaak over gehad hebben in deze raadzaal, gaf al aan dat wij hier niet alleen in staan. De landbouwsector is niet alleen beeldbepalend voor het landschap, maar zorgt ook deels voor het beheer van hetzelfde landschap. In het coalitieakkoord is een deel gewijd aan duurzaam Hardenberg. Voor 1 april 2019 moet er onderzoek plaatsvinden naar meerdere mogelijkheden en alternatieven. En er zijn absoluut meerdere manieren om onze doelstellingen te bereiken, waar dit er één van is. Een andere manier is bijvoorbeeld het warmtenetwerk van de Wavin. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan in snel tempo door. Ik noem graag de schooldakrevolutie, waar we al eerder over gesproken hebben, en de sanering van asbestdaken die uiterlijk in 2024 plaats moet hebben gevonden. Er zijn ook kansen op het gebied van innovatie. Daar geloven wij in. En daar kunnen we samen mee aan de slag. En ook die gaan ons zeker helpen in het verduurzamen van onze energie. Een vraag die we ons moeten stellen is: verwachten we dat het nodig is om onze gronden vast te leggen voor de komende 25 jaar? We verwachten dat op lange termijn veldopstellingen van zonnepanelen in de groene omgeving steeds minder nodig zijn, omdat innovatie en prijsdaling ertoe zullen leiden dat zonnepanelen bijvoorbeeld kunnen worden verwerkt in gevelbekleding, in beglazing en in andere producten. En dat het gebruik maken van wind minder impact op de omgeving zal hebben dan de huidige windmolens. Voorzitter. We willen niet alleen maar een duurzame gemeente zijn. Onze gemeente is ook een belangrijke speler in de recreatiesector. En onze natuurlijke omgeving draagt ook bij aan het beeld dat bezoekers krijgen van onze gemeente. Als we op het gebied van duurzaamheid vooral kiezen voor snelheid in plaats van zorgvuldigheid, dan doen we onszelf op andere terreinen tekort. Mede daarom hebben we een amendement voorbereid waarin staat, en ik citeer, aan het dictum het volgende punt toe te voegen. Voordat het college definitief besluit op het verstrekken van de omgevingsvergunningen, de raad expliciet te informeren over de wijze waarop de indieners, door indieners, invulling wordt gegeven aan overige randvoorwaarden. Dan hebben we het over maatschappelijk draagvlak, dan hebben we het over een inpassingsplan. Eigenlijk de onderdelen die u vanavond al horen van de insprekers. Ja, akkoord. Amendement gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Amendement nummer 1. Amendement wordt mede ingediend door de ChristenUnie, op koers.nu, Partij van de Arbeid en 50+. Een voorwaarde is dat dit amendement geen ernstige vertraging mag opleveren voor projecten die voldoen aan de gestelde criteria.
Hierover hebben we reeds uitgebreid overleg gehad en hier staan we voor. De reden dat ik dit expliciet noem, is dat ons besluitvorming het deelnemen van genoemde projecten aan de eerste SDE-subsidieronde van 2019 niet mag belemmeren. En dan draagvlak. Wanneer spreken we over draagvlak? Moet dat er vandaag al zijn? Of is dat na vanavond als de verdere invulling van de plannen plaatsvindt? Gaan we ervan uit dat het wel goed komt? Zoals een inspreker tijdens de oriënterende ronde aangaf. Meneer Van der Graaf noemde dit ook al. En hij heeft er ook vertrouwen in. Maar hij maakt zich ook wel zorgen over de daadwerkelijke invulling. En dat blijft een belangrijk aandachtspunt wat ons betreft. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat draagvlak essentieel is voor het slagen van dit soort plannen. Dat geldt voor elk initiatief dat op dit gebied wordt opgepakt. We willen dat projecten lokaal gedragen worden en dat ze een maatschappelijke bijdrage leveren. De Partij van de Arbeid zal hier zeker nog op terugkomen. Later. En dan over de zonneladder. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om een zonneladder op te stellen voor het inpassen van zonne-energie. Het doel is dat eerst onbenutte daken en terreinen worden benut en dat landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien. En we zijn blij mee dat we daarmee aan de slag gaan. Dat is onderwerp van de ChristenUnie. We komen daar zeker op terug. Naar aanleiding van de voorliggende stukken en naar aanleiding van de oriënterende ronde zou ik graag nog een beperkt aantal vragen willen stellen. We hebben het nu over grofweg 40 hectare aan zonneparken. Kunt u aangeven hoeveel hectare zonneparken uiteindelijk moeten worden aangelegd als onderdeel van onze duurzaamheidsambities? Nog even terugblikkend op onze veelgenoemde motie uit 2017. Daarin wordt gevraagd om samenwerking te zoeken met partners als LTO en Stimulant om bedrijven te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen op daken, zoals bijvoorbeeld de regeling Boeren met Zon. Kunt u aangeven wat er op dit gebied tot heden gebeurd is? Welke initiatieven kunt u verder noemen op het gebied van duurzaamheid die gaan bijdragen aan onze doelstellingen? Heeft u al enig inzicht in de mogelijke gevolgen voor het bodemleven en waterkwaliteit op korte en lange termijn? Bent u het met ons eens dat dit onderdeel moet zijn van de uitwerking van de plannen? Tot slot. In de duurzame gemeente die wij als CDA voorstaan, behouden we voldoende ruimte voor de productie van voedsel, geven we natuur voldoende ruimte, gebruiken we zoveel mogelijk ruimte dubbel en wekken we energie op daar waar we het ook verbruiken. We willen op een zorgvuldige manier een keuze maken die goed is voor vandaag, maar zeker ook verantwoord is voor de toekomst. We blijven zoals altijd actief meedenken, omdat een duurzame toekomst een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Dank u wel. Dank u wel, heer Roelofs, voor uw bijdrage. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Heer Kuipers, aan u het woord. Voorzitter, deze week en volgende week vindt in Polen de Wereldklimaatconferentie plaats. In het kader daarvan worden bestookt met rapporten van zo'n beetje ieder instituut dat zich met klimaat bezighoudt. En al die rapporten hebben dezelfde boodschap. Er moet meer gebeuren. Mooi dat wij uitgerekend vanavond dit agendapunt in de Raad behandelen. Wij staan aan het begin van een grote verandering, namelijk de energietransitie. Onze gemeente moet een duurzame gemeente worden. 20 november hebben wij gezien en gehoord wat dit met onze inwoners doet. Er zijn voor- en tegenstanders, ieder met een eigen argument. Ondanks dat het gemakkelijk is de verschillen te zien en te benadrukken, ziet de ChristenUnie toch ook een belangrijke overeenkomst. Wij willen allemaal deze aarde leefbaar houden en als het even kan, beter doorgeven aan de volgende generaties. Wij zijn maar een korte periode in deze wereld. Maar wat wij nu doen, drukt voor een lange tijd een stempel. Dat schept een grote verantwoordelijkheid die wij als rentmeesters van deze aarde gezamenlijk hebben te dragen. Wij hebben onszelf als gemeente de opdracht gegeven om in 2030 30% van onze energie duurzaam op te wekken. Dit gaan we niet redden door alleen onze daken te voorzien van zonnepanelen of alleen zonnevelden aan te leggen. Hiervoor is een mix van maatregelen noodzakelijk. Beter isoleren van gebouwen, inzet van restwarmte vanuit de industrie voor verwarming, plaatsen van windmolens, gebruik van biogas, maar zeker ook daken voorzien van zonnepanelen en het aanleggen van zonnevelden, het onderwerp van vanavond. Omdat het gaat om een gezamenlijke opdracht, wil de ChristenUnie stimuleren dat hier niet alleen initiatiefnemers beter van worden, maar ook onze inwoners en de gemeente. De vraag is alleen, wie neemt het voortouw? En wie geeft het goede voorbeeld?
Want we moeten grote stappen maken in een relatief korte tijd. Voorzitter, de ChristenUnie denkt dat het in de eerste instantie de gemeente zelf is. In de motie die wij vanavond indienen, vragen wij daarom onder andere dat er binnen 1 jaar een uitvoeringsgereed plan ligt om de daken van alle gemeentelijke panden te voorzien van zonnepanelen. Daarnaast stimuleert de motie ook het gebruik van zonnepanelen op zoveel mogelijk andere daken binnen de gemeente. Je moet zorgen voor maximale benutting van het dakpotentieel en energieopwekking voor de zon. En wij zien daarin ook nadrukkelijk een rol voor de commerciële partijen die graag hun plannen voor zonnevelden willen realiseren op diverse locaties in de gemeente Harderwerf. In ruil voor toestemming voor de aanleg van een x hectare zonnevelden willen wij graag een tegenprestatie. Ofwel in de vorm van financiële bijdrage voor een fonds dat we vervolgens inzetten voor zonnepanelen op daken. Ofwel in natura, waarmee we installatie van een x vierkante meter zonnepanelen op daken bedoelen. Voorzitter, de ChristenUnie dient daarom een motie in waarvan het dictum als volgt luidt. Draagt het college op om, bij de uitwerking van de randvoorwaarden te bedingen, dat het bevorderen en stimuleren van zonne-energie op daken daarin wordt opgenomen en dat concrete projecten onderdeel worden van de bijdrage van initiatief nemen aan zowel de omgeving als de energiedoelstellingen van de gemeente. Binnen 3 maanden te komen tot een concreet plan, dan wel een coöperatie die daken voor zonne-energie gaat faciliteren voor particulieren en bedrijven in de gemeente. En een plan te ontwikkelen om binnen 1 jaar de eigen daken van de gemeentelijke gebouwen te bedekken met zonnepanelen. Over tot de orde van de dag. Akkoord, dank u wel. De motie nummeren maar even door. Nummer 2. Dat maakt deel uit van de beraadslaging. En deze motie wordt mede ingediend door PvdA op Koers en CDA. Voorzitter, we hebben al benadrukt dat het belangrijk is de energietransitie en het daarvoor noodzakelijke omdenken gezamenlijk op te pakken en vorm te geven. De ChristenUnie hoopt daarom van harte dat deze motie op raadsbrede steun kan rekenen. Op wereldwijde schaal zal de gemeente Harderwerf het verschil niet maken, maar we moeten ergens beginnen. Verandering, en zeker een grote zoals deze, is niet gemakkelijk, maar we hebben eenvoudigweg geen keuze. Wij zijn het verplicht aan de na ons komende generaties. Dank voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik ga naar de fractie van Opkoers. Het woord is aan de heer Kloekhorst. Er was er nog. Voorzitter, na een langdurig en moeilijk proces van 2001 tot 2018 wordt binnenkort het grootschalige windpark de Veerwieken gerealiseerd. Als een Don Quixote is op koerspunt nu zich daartegen verzet, maar wij moesten buigen voor een democratische meerderheid in de raad. Uit die tijd stamt al ons verzoek om de mogelijkheden van zonne-energie te onderzoeken. Vanavond zetten we een eerste stap met 7 pilotprojecten, van groot tot klein. Dachten we in eerste instantie nog, voor niks gaat de zon op. De onrust die er is ontstaan bij de bewoners maakt ons duidelijk dat ook zonne-energie weerstand oproept. Die weerstand is volgens ons mede ontstaan door het ontbreken van documentatie van wat er nou precies gaat gebeuren. De bezwaarmakers, of, zoals men tegenwoordig zegt, indieners van zienswijzen, worden niet monddood gemaakt. Zodra de omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, krijgen ze volop gelegenheid hun recht te halen. Door vanavond het go-besluit te nemen, kunnen ook de initiatiefnemers verder. Zij kunnen zich aanmelden voor de subsidie Duurzame Energie Plus en daarmee hun plannen onderbouwen en overleg gaan met de omwonenden en andere belanghebbenden en daarmee het zo nodige draagvlak te creëren. Dat draagvlak is voor onze fractie erg belangrijk. Wij ondertekenen dan ook de motie van de PvdA die een actieve rol van de gemeente bepleit. De ChristenUnie diende een motie in over de zonne-energie op daken. Ook deze kan op onze steun en ondertekening rekenen. Ook het amendement van het CDA kan op onze steun rekenen, evenals
de motie die de VVD indient om terug te gaan naar de oude procedure en het principebesluit te laten nemen door het college van BMW. Wij hebben hier, in de nu gevolgde procedure, geen goed gevoel aan overgehouden. Nog even terug naar onze eigen fractie. Er komen nog veel vraagstukken over alternatieve energie. En meerdere fractieleden hebben behoefte aan een totaalplan. Ik heb gehoord dat we die in het voorjaar 2019 mogen verwachten. Is dat juist? Dan nog even een aanvullende vraag. Wij spreken nu over zonne-energie. Maar er blijft 90% over. Alle huishoudens zouden met zonne-energie kunnen worden voorzien. Maar dan nog blijft er 90% vraag over. En mijn fractie wil wel eens graag weten van waar is dat voor bestemd? Heel kort door de bocht gezegd, wij voelen ons niet geroepen om de bewoners te laten betalen voor grote bedrijven. Maar ongetwijfeld kan de wethouder dat willen. Dan tot slot een opmerking bij de stemming over dit voorstel. Zou mevrouw Kelder-Ranter de zaal verlaten. Zij wil zelfs een schijn van belangensverstrengelingen voorkomen. Dank u. Dank u wel, heer Kloekos, voor de bijdrage van Op Koers.nu. En laatst genoemde had u inderdaad ook bij de voorzitter al aangekondigd. De fractie van de VVD. Het woord is aan de heer Bak. Ik ben toch heel nieuwsgierig waar de knoppen zitten om dat ding wat omhoog te krijgen, want net bij lengte. Ah, kijk. Ah, het is toch mooi, mensen? Ja, het is toch... Het gaat heel goed zo. De speeltjes, mensen, het is toch wel fantastisch. Goed, mensen. Het zal u niet ontgaan zijn dat het voor de VVD belangrijk is dat we het hier vanavond met elkaar over hebben, over duurzaamheid. Maar ook voor mij persoonlijk is het een belangrijk onderwerp. En ik wil u dan toch ook meenemen, voorzitter, als u dat goed vindt, naar een ervaring die ik afgelopen januari een jaar geleden opgedaan heb tijdens een missie in Kenia. En daar heb ik gesproken met een mevrouw van 93 jaar. Ze was melkveehoudster. En ik kwam daar met mijn goed bedoelde adviezen aan en zei van, goh mevrouw, u moet wat beter voor uw koeien zorgen. U zou ze wat beter voer moeten geven. En dan zou u wat meer melkproductie kunnen realiseren. En kunt u wat meer geld verdienen? En toen kwam ik met haar in gesprek. En ze zegt, ja, maar dat gaat nu eenmaal niet. En ik zei, nou, waarom niet? Nou, mijn grond is verdroogd. En ze nam mij mee naar het veld, binnendoor, tussendoor. De perceeltjes zijn daar niet zo groot. En wat ik daar zag was één grote dorre vlakte. Met her en der wat napia-plantjes, want dat was de voorziening die de koeien moesten eten. En zij vertelde mij dat toen zij jong was, dat perceel moeras was. Dus mensen, er is wel degelijk iets aan de hand. De klimaatverandering, ook afgelopen jaar in Nederland, we kunnen het niet meer ontkennen. En we hebben een grote verantwoordelijkheid met elkaar. En de tijd van wegkijken, de tijd van duiken en zeggen, het is voor een ander, dat is voorbij. De tijd van zeggen van, wij als Nederland, wij hebben geen impact. Dat is voorbij. Wij als Hardenberg, wij hebben geen impact. We kunnen wegkijken. Dat is voorbij. Maakt het dan dat we zomaar overal windmolens, zonnevelden of wat dan ook neer moeten zetten? Nee, absoluut niet. Het vergt zorgvuldigheid. En zorgvuldigheid begint in mijn optiek bij gesprek. Met elkaar de ruimte nemen, initiatiefnemers, omwonenden, om te praten over deelname. Ruimtelijke inpasbaarheid. Samen zorgen dat je een steentje bijdraagt aan de verandering die eraan zit te komen. Want dit is bijna een ethische kwestie geworden. Voorzitter, het gaat niet alleen over onze toekomst. Maar het gaat ook over de toekomst van onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is waar we het hier vanavond over hebben. En dat grijpt me. En daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Maar wel in alle zorgvuldigheid, zoals ik net ook al zei. Samen met de inwoners in Hardenberg. En ja, het betekent nogal wat als die windmolen in jouw gebied komt te staan. Het betekent nogal wat als je zonnecollectoren dichtbij krijgt. Je zonnevelden dichtbij krijgt. Maar laten we daarover met elkaar in gesprek gaan en laten we niet wegkijken. Want wegkijken maakt dat we onze verantwoordelijkheid richting de toekomst niet kunnen nemen.
U heeft ook gemerkt dat wij vorige oriënterende ronde de discussie aangevoerd hebben over het proces zoals het gelopen is. En de intentie die wij als raad vorig jaar uitgesproken hebben om elke go-no-go voor principeverzoeken hier langs te krijgen, dat was een goede intentie. Want we wilden dicht op de bal. We wilden betrokken zijn, want het is een belangrijk onderwerp. Maar het pakte wel anders uit. Het heeft gemaakt dat er onrust is ontstaan en ondernemers niet in staat zijn geweest hun omgeving vroegtijdig goed te informeren. Daar is tijd voor nodig. Daar is ruimte voor nodig. Er moeten plannen voor gemaakt worden. Maar daar heeft de ondernemer ook wat zekerheid voor nodig. Daarom stellen wij ook voor, ik zal straks het dictum van de motie oplezen, om het college weer die bevoegdheid te geven om de principebezoeken te behandelen. Maar daarnaast is ook de brede wens om als raad betrokken te blijven. En hoe mooi is het om daar bestaande procedures voor, gewoon voor te gebruiken. De bestemmingsplanprocedure is daar een heel mooi voorbeeld van. Als er geen zienswijzen zijn, kunnen onderwerpen, kunnen initiatieven gewoon door naar de raad als hamerstuk. Zijn er wel zienswijzen, en dan gaat het over inpasbaarheid, overleg met de omgeving, en dan komt het op de oriënterende ronde. En dan kunnen wij iets vinden met elkaar. Dat is de insteek zoals wij in de motie gekozen hebben. Daar heb ik ook contact gehad met vele partijen, goed overleg gehad, mooie gesprekken gehad. Meneer Roelofs, ik denk dat wij gepassioneerd met elkaar gesproken hebben. Overigens nog vaker in elkaars voicemail terechtgekomen zijn. Zeggen, we hebben elkaar net zoveel via de voicemail gesproken als live, maar ik heb het ook gewaardeerd. Zal ik het toontje van uw voicemail voorlezen? Of ik ken het bijna uit mijn hoofd, maar goed. Laten we er geen grapjes van maken, mensen. We hebben het hier vanavond ergens over. En wij als VVD staan voor duurzaamheid, maar staan ook voor betrokkenheid van de omgeving. Laat dat heel duidelijk zijn vanavond. En die twee dingen kunnen wat ons betreft samengaan. Daarnaast willen wij graag een zuiver en constructief proces. En willen we graag het college in de kracht zetten. En dat klinkt misschien raar als oppositiepartij. Dat wij als oppositiepartij daar ons toe geroepen voelen om verantwoordelijkheden te leggen waar ze thuis horen. Om ervoor te zorgen dat we samen met de coalitie bouwen aan onze omgeving. Want dat is waar we voor aan de lat staan. En ik vind het ook prachtig dat we toch ook in deze nieuwe raad elkaar gevonden hebben op dit onderwerp. En heer Roes, u zei het ook vanavond al. Dat we met elkaar in gesprek zijn en op deze wijze met elkaar in gesprek kunnen zijn. En dat doen we om Hardenberg beter te maken. Voorzitter, ik sluit af en eindig met het dictum van onze motie. En bij u goed vinden beperk ik me ook tot het dictum. Het dictum luidt: draagt het college op het uitgangspunt van de raad over elke principe aanvraag op het gebied van wind- en zonne-energie een go-no-go besluit moet nemen los te laten. 2. Net als bij bestemmingsplanprocedures aanvragen voor wind- en zonne-energie bij ingediende zienswijzen te agenderen voor oriënterende ronde en indien er geen zienswijzen zijn ingediend, deze rechtstreeks te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de fractie van de VVD. En u heeft een motie ingediend, motie nummer 3. Gaan we die nummeren? Deze maakt ook deel uit van deze vergadering van de raadslag. De volgende fractie, en dat is de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Ja, mooie woorden van de heer Bak, dat ik dat nog mag meemaken. In de oriënterende ronde van 2 weken geleden is dit voorstel oriënterend besproken. Allicht anders was het geen oriënterende ronde. De fractie van de Partij van de Arbeid was ongelukkig met het verloop hiervan. De opgave waar we ons als gemeente hebben geconformeerd is voort. Het werd net ook al aangehaald. 20% in 2023, 30% in 2030. En de VVD-minister die longsom wel is om nog een extra inspanning te doen. We hebben vorig jaar samen met CDA, ChristenUnie, Opkoers, GroenLinks het college in een motie gevraagd om voor de uiteindelijke beslissing altijd deze plannen voor te leggen aan de gemeenteraad. Einde citaat. Ik zeg u, dat was dom. We hebben daar veel mensen mee in een lastige positie gebracht. En hiermee is geen recht gedaan aan een volwassen dialoog tussen de diverse belanghebbenden bij de voorgestelde initiatieven.
die initiatiefnemers, omdat die alvorens met een uitgewerkt en gedragen plan te kunnen komen, met een vrij beperkt iets, ja, maar naar voren moesten komen. En wat tegelijkertijd in het daglicht kwam, het schrille daglicht, waarop mensen daarop gingen reageren die ook niet precies meer wisten hoe het eruit ging zien, maar toch maar gingen reageren. Wat ik ook heel goed kan begrijpen. Nou ja, dat is geen goede manier van doen. Want terwijl vorig jaar een abonnement toch is aangenomen, dat maatschappelijke compensatie a priori moet worden geregeld in overleg met omwonenden en stakeholders, en dat maatschappelijke compensatie in de procedure moet worden betrokken. De omwonenden zeggenschap krijgen in de bestemming en de besteding van de maatschappelijke compensatie. Dat is een amendement. Dat is dus niet iets wat het college naast zich neer kan leggen. Maar hier kom je niet aan toe als je het principe besluit, zoals al moet gaan voorleggen aan de raad zonder dat het uitgewerkt is en iedereen zijn ding eens kunnen doen. Daarnaast getuigt het ook van weinig vertrouwen in het college. Het college dat immers met de uitvoering is belast. We hebben er vertrouwen in dat het college dat binnen de gestelde kaders de juiste voorstellen aan de raad voorlegt. We zijn dan ook blij met het amendement van het CDA en ook de motie van de VVD. En we willen daar graag mee indienen als die dat regelt. De dikte van het amendement en de motie, die zijn inmiddels al uitgesproken. Dus daar kunnen we ons in vinden. Voorzitter, in 2017 oktober is ook een unaniem aangenomen motie die oproept dat de proces, dan wel projectmanager, nadrukkelijk ook latente initiatieven dient te initiëren met lokaal betrokkenen en deze te faciliteren ten einde deze initiatieven te laten slagen. En daarbij ook nadrukkelijk te kijken wat de gemeente op eigen gebouwen en gronden aanvullend kan initiëren op van wind, zon, biomassa en dit binnen een half jaar te rapporteren aan de raad. Naar oordeel van de PvdA is aan deze motie nog onvoldoende uitvoering gegeven door het college. En daarom ondersteunen we ook de motie van de ChristenUnie die voor intensivering en stimulering van zon op daken in het algemeen en in het bijzonder op gemeentelijk vastgoed pleit. Tot slot, op basis van gesprekken met Lutten Levert en op basis van positieve ervaringen met energiecoöperaties elders in het land roepen we het college andermaal op om werk te maken van lokaal gedragen initiatieven, bijvoorbeeld door coöperaties. We dienen daarom ook een motie in samen met CDA, ChristenUnie, Opkoers, GroenLinks en 50PLUS met als dictum te onderzoeken op welke wijze de gemeente het functioneren van energiecoöperaties kan ondersteunen. 2. De raad daarbij bij voorkeur conform het coalitieakkoord voor 1 april te rapporteren bij de behandeling van de voortgang van de energietransitie. Dank u wel. En tot nog een keer slot, want ja, dat krijg je dan als je dingen van tevoren opschrijft en er komt nog een vraag van een inspreker. De vraag van de heer Van der Graaf aan het college om het landschappelijk inpassingsplan onderdeel uit te laten maken van de vergunningsaanvraag. Zou het college hierop willen reageren? Dank u wel. Dat laatste was een vraag, constateer ik nog. De motie gaan wij noemen motie nummer 4. Maakt ook deel uit van de beraadslagingen. En ik constateer, heer Jonkhans, dat u uw bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid-fractie op tenminste hetzelfde niveau heeft uitgesproken als die van de VVD-fractie. Maar dat geheel terzijde, ja. Wij gaan door naar de fractie van 50+. Het spreekgestoelte kan naar beneden worden bijgesteld, zeg ik erbij. Maar dat scheelt aan u zelf. Nee, ik vind het wel een prima hoogte. Oké, prima. Dan houden we dit niveau vast, zeg maar. Ja, ja, probeer ik. Goed. Ik begin eerst maar even met wat cijfers. En hoe het er nu voor staat. CO2-uitstoot in Nederland in 2030 ten opzichte van het jaar 1990 50% wordt gereduceerd. Provincie Overijssel 2023 20% duurzaamheid. En de gemeente Hardenberg 2030 30% duurzaamheid. En daarnaast een energiebesparing per jaar
1,5% ten opzichte van 1990. Dit zijn doelstellingen wat betreft duurzaamheid, die op korte en of lange termijn gehaald moeten worden. 50PLUS wil graag van de wethouder weten hoe het op dit moment met de doelstelling 1,5% ervoor staat. Hebben we het doel al bereikt? Of moet er nog iets gebeuren? De provincie en gemeente stellen met behulp van de Rijksdoelen hun eigen doelen vast. In hoeverre de haalbaarheid is van deze doelen, moet de aankomende jaren nog uitwijzen. De doelen zijn ambitieus. Daar is bijna iedereen over eens. 50PLUS Hardenberg is voor duurzaamheid en voor innovatie. Onder andere wind, zon, aardwarmte en biovergassers. Maar vindt daarbij draagvlak van groot belang. Draagvlak door omwonenden en omgeving. Draagvlak is een groot en breed begrip. Want hoe creëer je draagvlak? En wat ben je daarvoor nodig? Er zijn voorbeelden over de grens waarbij woongemeenschappen mede-eigenaar zijn van onder andere een windmolenpark en een zonnepaneelveld. Lutten Leeft is zo'n gemeenschap. Zij willen met behulp van een corporatie een zonnepark realiseren. In 2012 waren er wel geteld 50 lokale coöperaties. Dit is inmiddels opgelopen naar 220. De 7 projecten die nu voor ons liggen laten het verschil goed zien tussen draagvlak. Het ene project wordt wel gesteund en het andere project kent veel tegenstanders. Daarnaast zijn er projecten die de omgeving, omwonenden, nog moeten informeren ofwel meenemen in het proces. Het principeverzoek, een verzoek die vorig jaar in oktober is vastgelegd, maar nu veel ruis teweeg brengt. Ruis die bij de initiatiefnemers, omwonenden en omgeving, maar ook raadsbreed. Hoe kunnen we deze ruis voorkomen? Maar er tegelijkertijd ook op toe kunnen zien dat aan de kaders wordt voldaan. Want we hebben het over de afwegingkaders. Ruimtelijke inpassing, bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen, lokaal ondernemerschap, acceptatie, participatie en betrokkenheid omgeving en als laatste bijdrage aan de omgeving. Alle initiatiefnemers zijn betrokken en hebben heel veel energie gestoken in dit project. Ik ben hem kwijt. Oh ja. Om te kunnen stellen na dit raadsbesluit dat aan de kaders is voldaan, is het naar onze inziens goed om elders in het proces een eikpunt te stellen. Om te kijken of er aan de conform afspraken kaders is voldaan, voordat bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Toekomstgericht met de duurzaamheidsnota in verschiet is het goed om te evalueren of dit proces, zoals het nu verloopt, doorgevoerd kan worden of aangepast moet worden. In plaats van een principeverzoek een andere eikpunt in het proces. Versnippering. 50PLUS Hardenberg vindt dat we ervoor moeten waken dat er geen versnippering ontstaat. Dat er in een straal van 10 kilometer niet 3, 4 of 5 zonneparken gerealiseerd worden. Want dit doet afbreuk aan de natuur, omgeving en landbouwgronden. Aansluitend daarop is het goed om na te denken over de mix van inzet van duurzaamheid. Zou de prioriteit moeten liggen, zoals in de coalitieakkoord wordt aangegeven, op het eerst volleggen van geschikte dakoppervlaktes? Of wordt er bijvoorbeeld een plafond ingesteld voor zonneparken, zodat er geen wildvloei ontstaat? In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat voor 1 april 2019 onderzoeken zijn verricht naar mogelijkheden en alternatieven voor de energietransitie. Wij zien deze uitkomsten dan ook graag tegemoet. Akkoord, dank u wel. De fractie van GroenLinks. Meneer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga wel even een stukje naar beneden zetten, want anders dan. Prima. Ik sta hier en er is al veel gezegd. En het gras is enigszins van mijn voeten weggemaaid. En het is prettig dat we niet meer hoeven te praten over het belang van duurzaamheidsmaatregelen. Iedereen is zich daar wel van bewust. Iedereen weet dat we iets moeten doen. En inderdaad, de tijd van niets doen is wel voorbij. En een doelstelling kun je alleen halen als je er ook stappen voor zet.
Over het proces is al veel gezegd, ook vanavond. GroenLinks is ook kritisch over dat proces en kan zich goed vinden in de motie die daarover ligt. Maar doordat dit proces nou eenmaal zo is gelopen, ligt er al wel veel input vanuit de omgeving. En GroenLinks zou wel graag willen meegeven om dit dan ook te gebruiken. Door nu ja te zeggen, op dit moment, kunnen de initiatiefnemers die soms al jarenlang bezig zijn met hun plannen, stappen gaan zetten. De randvoorwaarden zijn duidelijk. Deze voorwaarden moeten ook als een paal boven water blijven staan. En wij zijn heel benieuwd naar hoe de initiatiefnemers dit specifiek gaan invullen. En natuurlijk wil ook mijn fractie hier graag van op de hoogte worden gehouden. Ik heb even nog nagedacht over de motie die zojuist werd toegelegd door de ChristenUnie. Als ik goed begreep, wordt daar ook een bijdrage van de initiatiefnemers gevraagd in som op daken. Ik hoor daar graag even van de wethouder nog over of hij dit niet ziet als een drempel voor initiatiefnemers. Ik wil dan verder graag afsluiten door alle initiatiefnemers veel succes te wensen en mijn dank uit te spreken naar alle betrokkenen, de bewoners, initiatiefnemers en ambtenaren die ook allemaal te maken kregen met een nieuw proces. Een proces waarvan we nu wel kunnen zeggen, dat is wellicht niet het juiste geweest. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. Tot slot D66-fractie bij monden van de heer Rodemond. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik zal mijn bijdrage op dezelfde hoogte als GroenLinks doen. Met uw goedvinden. 2 weken geleden stelde Jan van de Venis, mensenrechtenjurist, dat de overheid zich vooral moet richten op de toekomstige generaties. Onder andere sprak hij in het blad Filosofie Magazine over de energietransitie en dat vooral nog niet geboren kinderen recht hebben op een meer duurzaam beleid. Dat onderschrijf ik van harte en ik begrijp dat het merendeel van deze raad dat ook doet, als ik de inbrengen goed begrijp. Het is daarom, wat ons betreft, een morele verplichting om heel veel moeite te doen om onze energieconsumptie en productie anders in te richten. En daarom gun ik Hardenberg en daarmee de toekomstige generaties die hier gaan wonen een snelle en rimpeloze transitie. Wij willen onze ogen niet sluiten als fractie voor de bezwaren die er leven tegen zonneparken of windparken. Maar wel hoop ik dat we een vorm kunnen vinden met elkaar voor een beter gesprek dan we tot nu toe hebben gevoerd tussen inwoners, bedrijven en de overheid. Wat mij betreft is Lutten Levert, het is al een keer gezegd, een paar keer zelfs, een mooi voorbeeld van een dergelijk gesprek. En ik wil graag een gesprek zonder beperkingen vooraf. En wij zullen om die reden niet per se instemmen met het amendement en de motie zoals ingediend door respectievelijk CDA en ChristenUnie. De richting snap ik, maar de uitwerking lijkt ons tenminste niet goed. Ik sluit me aan bij de vraag van in ieder geval de heer Van Boshoven rondom de motie van ChristenUnie. Wel stemmen we eigenlijk om dezelfde reden in met de moties van VVD en PvdA, omdat dat wat ons betreft dat gesprek beter faciliteert. En natuurlijk zijn we enthousiast over de plannen die nu voorliggen. De 7 pilotplannen stemmen wij graag in wat betreft het raadsvoorstel. Akkoord, dank u wel. Daarmee hebben we de eerste ronde, eerste termijn afgerond voor wat betreft dit agendapunt. Kijk even in de richting van het college of de beantwoording direct kan volgen. Dat is het geval. Het hoeft niet geschorst te worden wat betreft het college. Aan uw kant zie ik geen aanstalt. Dan geef ik allereerst het woord aan de heer Terietstap en daarna ongetwijfeld nog aan de heer Brugge. Het woord is aan de heer Terietstap. Dank u wel, voorzitter. Ik wil zeggen dank u wel, raad. Want het is heel interessant om te horen hoe de discussie hier nu ook in de raad gaat. Hè. We zijn met elkaar zoekende. Er is een hele hoge ambitie uitgesproken binnen de gemeenteraad om te zeggen 30% in 2030. En ondertussen ga je het invulling geven, ga je het vormgeven. En we hebben met elkaar afgesproken om dat middels een mix te doen. Zowel van zon, wind, warmtenet, biovergisters op allerlei verschillende punten. Maar dit is natuurlijk het eerste hele spannende punt, zeg maar, waar we mee te maken hebben als het gaat over met heel veel ruimtelijke impact. En daar hebben we vorig jaar gemerkt, nu zitten weer heel veel mensen op de tribune.
En ik merk dat we met elkaar ook zoekende zijn hoe we hier invulling aan moeten geven. En ik denk dat dit het verhaal, wat ik tenminste van eigenlijk van alle fracties heb gehoord, ondersteunt ook heel erg onze zoektocht, zeg maar, waarin we bezig zijn. Je ziet naar de positie van de raad op het proces. Collega Breukeman zal daar ook nader op ingaan. En die zal ook even inhoudelijk alle moties bij langs gaan. Omdat ze zowel over inhoud als over proces gaan. Toch zou ik proberen even wat vragen die gesteld zijn, met name ten aanzien van de energiedoelstelling vanuit het programma, zeg maar, hier al even te beantwoorden vanuit de portefeuille duurzaamheid. Er zitten een paar hele concrete vragen in, bijvoorbeeld over het ondersteunen van de coöperaties. Voor ons is dat natuurlijk ook de zoektocht. Hè? Er zijn coöperaties, we hebben een fantastische goede insprekers gehad als het gaat over Lutte Levert. Daar leren wij ook van als gemeente. Hoe pakken we positie? Hoe gaan wij ook kijken hoe we dit soort initiatieven ondersteunen en wat leren we er ook uit? En die lering proberen we ook mee te nemen, zeg maar, in het meerjarenprogramma waar we ook in het voorjaar, waar we in de coalitie ook over heeft uitgesproken om nog weer met een nieuw meerjarenprogramma te komen. Om ook die lering eruit te pakken, de goede momenten, om ook te zorgen dat wij onze rol als gemeente kunnen pakken om die coöperaties die vanzelf komen te ondersteunen. Hè, op wat voor manier dan ook, meedenken. Er is ook wel een verzoek gedaan vanuit Lutte, zeg maar, naar de gemeente gekeken van hoe wij ook een positie kunnen pakken om te zorgen dat de bekendheid bijvoorbeeld rond de mogelijkheden van deelname, dat soort coöperaties kunnen vergroten. Dus daar willen we heel graag in meedenken, daar zullen we ook in meedenken. En ik denk dat het ook goed is om met elkaar vast te stellen van wat leren we eruit en wat nemen we ook mee om ook vanuit die pilot dat ook in de toekomst te kunnen doen. Dat gaat over coöperaties die al zijn ontstaan, maar ook hoe stimuleer je überhaupt dat er coöperaties zijn. Hè? Dat vind ik ook waar. Ik dacht dat hij ook bij de ChristenUnie terecht kwam. Hij staat ook in de motie, meen ik. Van dat wij ook met elkaar kijken van hoe kun je dus vanuit bijvoorbeeld Lutte, maar er zijn wel meer voorbeelden in de landen, de goede voorbeelden en ook zorgen dat je daar een proactieve rol, daar willen we ook heel graag over terugkomen, zeg maar, binnen het meerjarenprogramma, om de leringen die we ook trekken, zeg maar, uit wat er nu gebeurt, om dat daar ook in mee te nemen. Een andere concrete vraag die het CDA stelde, ging over over de hectares. De hectares is natuurlijk een beetje moeilijk te beantwoorden. Met name omdat het gaat over een mix. En in principe zijn het communicerende vaten. Hè. Doen we iets meer aan wind, hoef je iets minder aan zon. Hè, als we ons even relateren aan die 30% duurzaamheid. Maar in principe, zoals ook in dit voorstel staat, gaan we eigenlijk uit van een bijdrage van 3% aan die totale doelstelling vanuit zon. In zijn totaliteit. En wat zit met dit? Ik dacht iets van 2,3% wat we hiermee zouden realiseren. Als je puur naar zonne kijken, maar ik luister nu naar wat de raad zegt en eigenlijk kijk van joh, probeer ook meer op die daken te krijgen. Nou, die ambitie, die handschoen willen we echt oppakken en die willen we ook kijken hoe we dat concreet kunnen vertalen. Het zit ook in een van de moties, van hoe we dat ook kunnen stimuleren. Misschien nu al bij deze parken, maar ook naar de toekomst toe om die stimulans erin te krijgen. Maar die verhouding, ongeveer 3% zon, waar we ons op richten. En of dat op zonnevelden, dat weten we niet. Dit zijn initiatieven van onderop, zeg maar. Maar dus de hectares aan zich invullen. Ja, je kunt 3% op hectare zetten. Dat is iets van 60 hectare. En dit is rond de 40 hectare. Dus ja, dat zou je nog iets moeten. Maar het kan dus ook op daken. Samenwerking op die daken. Ja, ondertussen voeren we daar ook al wat gesprekken over. Bijvoorbeeld met het LTO. Van, ja, hoe doen we dat? En dan zie je ook wel de gesprekken met een LTO. Als een koepelorganisatie. Dat je heel vaak ziet dat er individuele afwegingen zitten. Volgens mij had de inspreker van Lutten er ook al over. Ja, dan gaat het toch over langjarige verplichtingen aangaan. Wat is de toekomst van die gebouwen? Wij voeren die gesprekken nu al. Maar daarvan zou ik ook eigenlijk willen zeggen, ook in het meerjarenprogramma komen we daar ook op terug van wat is realistisch en wat ligt er binnen onze mogelijkheden om dat te stimuleren. Nou ja, de initiatieven heb ik al even bij die mix op in willen gaan. Hè. We hebben biovergisters, die dragen bij. We hebben het warmtenet van de Waven. Ik geloof dat u hem zelf ook al even noemde. Daar voeren we heel actief gesprekken. We hebben daar ook al met elkaar de intentie uitgesproken om daar ook echt daadwerkelijk resultaten te gaan boeken. Nou, dat proberen we steeds een stap verder te brengen. Maar ondertussen zijn we ook aan het rekenen. Is er ook een business case onder te leggen? Ook voor de partijen met wie we dat samen doen. De bodemkwaliteit verwacht ik dat wethouder Breukeman er nog even op terugkomt. Ik zit even te kijken van, nou ja, in zijn algemeenheid wil ik dus zeggen van, ja, wat we hier horen, een heel aantal delen, zit ook in de moties en de amendementen, wordt eens over april en anderzijds over 3 maanden gesproken. Ik denk dat we het een beetje over dezelfde periode hebben. Laten we dan in het meerjarenprogramma ook met die vertaling, eigenlijk waar een deel van de moties, die wat verder in de tijd ook liggen,
ook geloof ik die van de PvdA, als het gaat over hoe ondersteun je nu dit soort initiatieven. Wat leren we hieruit, wat kunnen we vastpakken en wat nemen we ook mee als verantwoordelijkheid naar de toekomst toe, een nieuwe meerjarenprogramma. Dat sluit denk ik ook aan bij die periode. Daar hopen we dan ook op terug te komen. En er was volgens mij nog een vraag van GroenLinks, wat inhoudelijk van ja, ziet u een drempel als het gaat over zonnedaken? Voor onszelf zien we dat meer als een nadere duiding die dubbel op werkt. En is het in ieder geval iets waarvan de Raad, mocht de Raad deze motie aannemen, zegt van, er kijkt nu eens met de parken die er nu liggen, waar nog een heel proces gevoerd moet worden, ook met de omgeving, of je dat kunt stimuleren. En volgens mij is dat sowieso iets wat je mee zou kunnen nemen, als een iets nadere richting die de Raad nu meegeeft, omdat wij wel hier met elkaar horen dat die daken continu wel terugkomen als het gaat over zon. Dus in die zin denk ik niet dat het elkaar hoeft te bijten en een directe belemmering zijn. Maar je moet toch die gesprekken nog voeren. Voorzitter, ik denk dat dit een beetje in de algemene zin zijn. Behalve dat ik nog eentje vergeten ben misschien. Ja, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Ik had de vraag gesteld van de 1,5%. Dan moet u me even helpen. Over de reductie. Ja, we hebben het over de reductie gehad. Ja. En in de beleidsstukken wordt vermeld dat elk jaar 1,5% duurzaamheid. Ja. Mijn vraag was eigenlijk van, kunt u ons al meenemen? Hebben u daar al zicht op hoe dat nu verloopt? En halen we die 1,5%? Ik heb de percentages op dit moment niet helemaal in mijn hoofd zitten, maar wel dat we er met elkaar aan werken. Hè. Ik kan de voorbeelden van paletverlichting. He, dat we proberen ook niet in één keer alles te vervangen. Bijvoorbeeld de buitenverlichting. Van, he, het is goed zichtbaar waar nog een gele lamp in zit of waar ledverlichting in zit. Daar proberen we ook gelijk in op te trekken. Om wel aan onze eigen energiereductie, het is maar een voorbeeld, te werken. Maar ik kan me zo voorstellen dat wij u daar wel over kunnen informeren. Of in de PNC-cyclus of even los daarvan. Bij jaarverslag over hoe dat zich verhoudt met die andere doelstelling die we hebben over de reductie. Dus wat mij betreft zeggen we dat toe, dat we die daarin ook meenemen. Is goed, dankjewel. Ja? Akkoord, dankjewel. Toezegging genoteerd. Het woord is aan wethouder Breukelman voor de ruimtelijke aspecten. Dank u wel, voorzitter. 1 amendement en 3 moties waarvan gevraagd is om die even bij langs te gaan. En dan zijn er ook nog 2 of 3 vragen vanuit de ruimtelijke inpasbaarheid, de ruimtelijke ordening die door beantwoord te moeten worden. Ik ga hem gewoon even op volgorde van de sprekers. Een aantal heldere betogen in ieder geval gehad in de Raad. In die zin ook namens het college dank voor de constructieve houding. Ik begin maar gewoon even met het amendement dat als eerste is ingediend. Ook als enige trouwens, we hebben 1 amendement ter tafel liggen. Waarvan het dictum vraagt een 5e beslispunt toevoegt. Dus de besluiten 1, 2, 3 en 4 laat staan. Een 5e toevoegt en daarin vraagt om voor het daadwerkelijk verstrekken van de omgevingsvergunning de Raad expliciet te informeren. Dat willen we graag doen, dat omarmen we ook. In de toelichting staat echter ook, op het moment dat daar nog discussie over stond, willen we ook kunnen agenderen. U zegt ook, we willen verder geen vertraging veroorzaken. Dat is in grote lijnen ook niet het geval. De enige vertraging zou een week of 2 kunnen zijn, omdat ik aanneem dat u wilt weten of er wel of geen zienswijzen zijn ingediend. Daarvoor zullen we de termijn van 6 weken af moeten wachten. En dan moet ik u nu wel even de gelegenheid geven om ook te kunnen agenderen als u daar behoefte aan heeft. Dus dat in ogenschouw nemende kunnen we daar goed mee uit de voeten. Het is dan natuurlijk wel zo, als je op het moment dat je de omgevingsvergunning ter inzage hebt gelegd en je als college zegt, daar zien wij een goed plan in, zouden we met elkaar ook wel de goede argumenten moeten hebben om het dan vervolgens niet door te laten gaan. Hoe dat precies juridisch met elkaar gaan verankeren, dat hoeft mij nog even te bekijken. Maar het initiatief en de perceptie van het amendement is volgens mij heel helder. Dan de eerste volgende motie. En de eerste motie 1 werd ingediend door de ChristenUnie. En daarover heb ik nog een vraag bij de eerste bullet. Want daar wordt gezegd de uitwerking van de randvoorwaarden te bedingen. Hè, dat is daarin het bevorderen van het stimuleren van zonne-energie op daken. Ik snap wat u daarmee bedoelt. Hè, dat je bijvoorbeeld ook voor gunstige tarieven dat mensen ook panelen aan kunnen schaffen. Het is wel zo dat er ook een aantal initiatiefnemers zijn die zeggen, daar doe ik
in principe niet aan mee, omdat ik de markt van de lokale aanbieder niet wil verstoren. Dus als ik de motie zo mag interpreteren, dat het ook kan zijn dat initiatieven of initiatiefnemers voor een lagere prijs zonnepanelen aanbieden aan lokale aanbieders, zeg maar, aan lokale bedrijven, dan zou ik er wel mee uit de voeten kunnen. Maar er is nu bijvoorbeeld nu ook een initiatiefnemer die zegt, nou, dat doe ik ten principale niet, want ik vind niet dat ik de lokale markt daarmee moet overspannen. Dan bij de tweede bullet zet u hem wel scherp neer binnen 3 maanden. Een aantal andere vragen gaan rondom april. Als we die gelijk mogen stellen, dan zijn we niet ver van uw dictum af, maar kunnen we de boel integraal voorleggen. Zou u daarmee uit de voeten kunnen? Ja, het gaat juist om het stimuleren van zonnepanelen door particulieren. Dus een financiële bijdrage kan er ook. Oké. Akkoord, dank voor de toelichting. Helder. En april, is dat, hebben we dan ongeveer dezelfde perceptie van 3 maanden? Mooi. Ruime 3 maanden. De heer Kuipers. Ja, zeker. Ja. Ruime 3 maanden. Dat is een mooie afspraak hier in dit raad. Ik ben er in 6 maanden wel achter, voorzitter, dat bestuurlijk morgen zo'n beetje april is. Dus vandaar de enige rek. Ik heb de indruk dat u nu heel veel ruimte gaat nemen. Ja. Nee, maar u kent bestuurders, je geeft een vinger en... Goed, de tweede motie voordat is een motie... zijn we een hele hand kwijt, meneer Breukeman. Is dat nou het geval? Nee, maar kom wel bij uw motie, heel fijn, Bak. Heel fijn, dank u. Dat is de motie die gaat over het proces. U heeft daar vorige keer in de oriënterende ronde al het nodige over aangegeven. En ook heer Jonkans ging daar verder op in. Ik was zelf destijds ook lid van de raad, dus ook medeschuldig aan het besluit dat destijds genomen is. Dat geef ik ook maar onmiddellijk toe. En u zegt eigenlijk in uw tweede bullet dat u de procedure voor de omgevingsvergunning eigenlijk gelijk wilt stellen aan de procedure die we met uw raad hebben afgesproken over planherzieningen, bestemmingsplanwijzigingen. En volgens mij is dat een mooi streven om elkaar op die manier vast te houden. Het is wel zo, als je het heel formeel en juridisch bekijkt, ja, dan zou de schoen wringen, omdat de bestemmingsplanprocedures, daarvoor is uw raad aan zet als het gaat om een besluit. Als het gaat om een omgevingsvergunning is het college aan zet aan een besluit. Dus het college dat uiteindelijk een besluit zal moeten nemen. Maar als we met elkaar af kunnen spreken dat we zeg maar informerend agenderen, dus dan ligt er geen besluit aan u voor, maar dat we het ter bespreking met elkaar hier voorleggen, volgens mij zouden we daarmee uit de voeten moeten kunnen en met elkaar daar de afspraak over kunnen maken. Ik had nu een vraag verwacht, maar... Dat kan straks ook nog op teruggekomen worden. Oké. Okay. De laatste motie ingediend door de heer Jonkans. Geen opmerkingen daarover. Hij stelt nog wel de vraag over hoe het zat met ook datgene wat de inspreker inbracht. En daarbij is het zo dat het ruimtelijk kwaliteitsplan, die wordt gehangen aan de omgevingsvergunning. Dus het verlenen van de omgevingsvergunning verplicht de initiatiefnemer ook om uitvoering te geven aan datgene wat in het ruimtelijk kwaliteitsplan is opgenomen. En ik geloof dat er in die bepaling ook een termijn zit waarbinnen zeg maar, die ruimtelijke kwaliteitsimpulsen, wanneer die gerealiseerd moeten zijn. Dus die is daarmee ondervangen. En dan ben ik door mijn stukken heen, voorzitter. Akkoord, en daarmee heeft het college alle moties en het amendement zeg maar, ook behandeld. Voorzitter. En kijk even in de richting van uw raad. De heer Bak wil een verduidelijkende opmerking vraag stellen. Nou, ik moest even nadenken over wat de heer Breukeman voorstelde. Even rustig op me in laten werken. En ik kijk ook even naar mijn mede-indieners. Ik vind het wel wat magertjes zoals u het voorstelt. En volgens mij is de motie bedoeld om juist wel als raad, als er zienswijzen zijn, wel degelijk iets te kunnen vinden. Als het gewoon goed verloopt en er zijn geen zienswijzen, dan als hamerstuk op de raad, dat is evident wat mij betreft. Maar als er wel zienswijzen zijn ingediend, ja, dan vind ik informerend vind ik te mager. Dan vind ik dat we met elkaar wel iets moeten vinden en ook iets kunnen zeggen over dat proces. Dus ik wil u echt wel oproepen om de motie ook te nemen zoals die bedoeld is. De raad niet de omgeving informerend voor te leggen, maar wel besluitvormend voor te leggen. En als er juridisch iets voor gedaan moet worden,
dan zou ik zeggen, laten we dat met elkaar uitzoeken en zorgen dat we het op die manier geregeld krijgen. Maar ik hoor ook graag even nu de opinie van collega-raadsleden. Ik kijk even rond naar de raad zelf. Of iemand daar op die oproep wil reageren, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Ik ben kort. Ik sluit me bij de woorden van meneer Bak aan. Op het moment dat de wethouder dit voorstelde, was het bij mij ook zoiets van, doen we hier goed aan, informeren, in hoever kunnen we er wat van vinden. Dus nee, ik denk van zoals het nu staat beschreven. Voorzitter, ik zou heel kort kunnen reageren misschien, ja. want voordat er een hele ronde gaat komen en ik dan mijn eigen woorden moet nuanceren, dat zou wat zonde van de tijd zijn. Ik heb enkel bedoeld dat in het juridische traject van de omgevingsvergunning het formele besluit genomen moet worden door het college. Uiteraard, voorzitter, wil dat niet zeggen dat we ter info aan de raad sturen en daar vervolgens dan maar gewoon verder gaan. Als u daar een duidelijke mening over heeft, een andere richting op wil, dan zullen we daar uiteraard rekening mee houden. Maar ik heb alleen neer willen zetten dat gewoon formeel juridisch het besluit door het college genomen moet worden. Maar dat ik graag bereid ben om de procedures, als die lopen bij planherzieningen, waar dus u het nadrukkelijk aan zet bent, dat dat ook wat mij betreft kan gelden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Meneer Bak. Meneer Berkman, dank. Dat helpt ter verduidelijking. U positioneert hem nu ook net even anders dan u zojuist deed. Het gaat erom ook dat we recht doen aan het proces zoals we met elkaar afgesproken hebben. En ook recht doen aan de omwonenden en recht doen aan het hele proces zoals dat loopt in dergelijke procedures. En het zou te makkelijk zijn om dan te zeggen, ja, het gaat informeren naar de raad toe. Hè. Dan moet je er met elkaar echt iets van kunnen vinden. Dan moeten ook inwoners het gevoel hebben, initiatiefnemers het gevoel hebben. En gevoel is eigenlijk het verkeerde woord, want men moet serieus genomen worden, want dat is de democratie waar we het hier met elkaar over hebben. En hier in dit huis moet men daar iets van kunnen vinden dan. Akkoord, volgens mij verstaat u elkaar goed. Dat betekent dat het gewoon oriënterend geagendeerd wordt in de raad en dat er over gesproken wordt. En dat het college daarna zijn mind opmaakt en wel een besluit, een definitief besluit van neemt. En uw raad kan altijd agenderen, voor alle duidelijkheid. En dat kunnen inwoners kunnen altijd inspreken. In die zin zijn volop mogelijkheden geborgd, wat dat betreft. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede ronde of zouden we tot een stemming kunnen overgaan? De heer Boshoven heeft behoefte aan een tweede ronde. Anderen nog? Dan is het woord. En de heer Bak ook. Ja. Anderen niet? Nee. De heer Boshoven. Ja, dank voorzitter. Na de beantwoording van het college zou ik ook graag vanuit de fractie van de ChristenUnie nog even willen horen hoe zij het hun motie naar voor zich zien en dan gaat het me even op het eerste bullet point, omdat dat toch wel heel duidelijk staat om bij de uitwerking van de randvoorwaarden te bedingen dat het bevorderen en stimuleren van zonne-energie op daken wordt opgenomen. Dat vind ik toch wel een vrij stevige verwoording en ik vind het toch wat beperkend naar initiatiefnemers. Akkoord. Ik kijk eerst even naar de heer Bak en daarna ga ik naar de ChristenUnie voor de beantwoording. Even twee dingen, voorzitter. De eerste gaat over het amendement. Ik kijk even naar de heer Roelofs. Ik heb het gevoel, heer Roelofs, dat we op deze manier wat te veel weer aan de bal zitten. En mijn zorg is dat nemen we hier niet eenzelfde principebesluit dat we destijds ook gedaan hebben. Want hiermee komen dus eigenlijk alle omgevingsvergunningen weer terug bij ons als raad. En wat dat beoogt u met het amendement. Volgens mij is dat nu juist iets wat we niet zouden moeten willen. We zouden moeten willen volgens mij alleen als er zienswijze zijn dat het hier terugkomt bij ons in de raad. En, dus ik zit hier even te zoeken van, die discussie hebben we eerder gehad en die was voor mij vrij principieel. En ik wil graag ook meegaan omwille van het goede gesprek dat we vandaag met elkaar gehad hebben. Maar ik heb hier wel een punt van zorg. Kunt u er nou eens op reageren? Akkoord. Kijk eerst even naar de ChristenUnie voor de beantwoording. Kunt u ook even... Maar voorzitter, dan heb ik er nog eentje voor de ChristenUnie. U had nog een tweede vraag. Ja. Een tweede vraag, als u vrij mag zijn. Dat klopt. Om dan de motie van de ChristenUnie erbij te pakken. Waar ik wat haper is bij het tweede bullet point van het dictum. Binnen 3 maanden te komen met een concreet plan, dan wel een coöperatie. En ik blijf haken bij een coöperatie. Want ik vraag me oprecht af of we als gemeente coöperaties moeten gaan oprichten. Want dat neigt al heel snel weer naar een bedrijf. Dus ik wil graag daar even iets meer duiding van u wat u met coöperatie bedoelt.
akkoord. Het woord is aan de heer Kuipers, een vraag van de heer Boshoven over de eerste bullet en de tweede van de VVD. Eerste vraag van GroenLinks. We hebben een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord en wij denken dat we op deze manier dit extra kunnen stimuleren. Wij willen proberen, ja, wij willen juist op zoek naar die mix. In die zin, daarom hebben we dit op deze manier genoteerd. Sorry, ik ben uw vraag even vergeten. Wil ik nog een keer? Met liefde. Ja. Bij het tweede bullet point staat binnen 3 maanden te komen tot een concreet plan. Dan wel een coöperatie, en daar blijf ik haken. Hoe bedoelt u coöperatie? Want mijn zorg gaat er naar uit van, voor je het weet heb je weer een nieuw gemeentelijk bedrijf. En dat is iets wat wij absoluut niet willen. En als ik het dan nog concreter voor u mag maken, als u bereid bent om dan wel een coöperatie te schrappen, zouden wij heel graag meedoen. Ja, wij willen inderdaad gewoon een plan. En dat zou een coöperatie kunnen zijn. U bedoelt het meer als een voorbeeld, zeg maar. Bijvoorbeeld via een coöperatie. Juist. Maar misschien moeten we dan straks even schorsen om daar even met elkaar naar te kijken hoe dat anders geformuleerd zou kunnen worden, want wij zouden wel graag meedoen. Prima. Akkoord. De heer Boshoven, in tweede instantie. Ja, voorzitter, voordat we gaan schorsen. Ik heb niet het gevoel dat mijn vraag nou helemaal beantwoord is, want mijn vraag was of dit niet beperkend is voor initiatiefnemers die zonneparken willen beginnen, willen starten. Dat ze dan ook moeten participeren in zon op daken. Maar dat is hoe het geformuleerd is. Heer Stelpstra. Dank u wel. Kijk, de bedoeling is dat op de velden wordt best wel een hoge opbrengst gerealiseerd. Het is een langdurige tijdelijke bestemmingsplanwijziging. Feitelijk kan je wel zeggen dat er enige mate van industrie plaatsvindt. En een schoolgebouw wordt ook in 20 jaar afgeschreven. En wij vinden dan ook, als je zulke hoge opbrengsten toestaat op landbouwgrond, het niet meer dan normaal dat een deel van die opbrengsten ten goede komen aan alle burgers. En wij zien daarin dat een bijdrage aan het stimuleren van dakbedekking met zonnepanelen daarin een gunstige bijdrage. Dus feitelijk zeggen wij, de investeringen of de mogelijkheden die wij nu bieden op landbouwgrond zou er toe moeten leiden dat al onze inwoners middels. Dat zou een dakenfonds kunnen zijn, maar goed, we willen ons niet te veel met de techniek en met de inhoud bemoeien, maar daar zou een profit voor onze inwoners moeten zijn middels dakbedekking. Dus wat we dan in het coalitieakkoord hebben afgesproken om daarmee aan de slag te gaan, willen we hiermee eigenlijk versnellen. Akkoord. Volgens mij is hij nu een stuk duidelijker geworden, ook door het voorbeeld wat u noemde, zei dat het slechts een voorbeeld is. Ik kijk even rond. Er werd geopperd om een kleine schorsing te houden om over de motieamendementen nog even stil te staan. Ik wil nog wel graag een antwoord van de heer Roelofs op mijn vraag op zijn amendement. Ik zat er al klaar voor, maar ik wacht altijd netjes tot mijn woord wordt gegeven. Heel goed, deze heer Roelofs. Voorzitter, dan koppel ik dat gelijk aan een vraag die nog open was blijven staan. Misschien kunnen we die gelijk meenemen. In reactie op meneer Bak, we hebben deze discussie al regelmatig gevoerd de afgelopen dagen, weken, uren. Ik kan ze bijna niet meer tellen. Ik denk dat wij in de basis op dezelfde lijn zitten. En dat is dat dit een zeer belangrijk onderwerp is, waar we ook als raad in gekend willen worden. We hebben de afgelopen oriënterende ronde, 20 november, gezien hoe dit onderwerp leeft. Hoe mensen daar een mening over hebben, hoe ze antwoorden willen hebben. En dat vinden wij dusdanig belangrijk dat we dus het proces op dat punt aan zouden willen passen. En ik heb echt oprecht het gevoel dat wij minder ver uit elkaar zitten dan u wellicht denkt. En dat klinkt cryptisch, maar u weet inmiddels na afgelopen week hoe ik dat bedoel. Nee, dat is me volledig duidelijk. Hè? Met het risico dat we nu wel een heel besloten discussie gaan voeren met elkaar. Om nog één punt te duiden, om het voor u ook even helder te maken. Wij willen ook graag het vertrouwen richting initiatiefnemers laten zien. En daarom is het voor ons wel moeilijk om voor dit abonnement voor te stemmen. En want we willen het signaal afgeven, jongens, als er niks gaande is en als er geen zienswijzen ingediend zijn, dan heeft u het als initiatiefnemer meer dan fantastisch gedaan. Dan mogen we vertrouwen hebben met elkaar. Dus dan hoeven we het amendement ook niet
in te dienen. Dat is of te ondersteunen. Dat is de redeneerlijn die wij heel nadrukkelijk hebben. Dus als u me dat, als u dat bij me wilt laten en kunt accepteren dat ik op die wijze dit amendement niet kan ondertekenen namens de VVD, zou mij dat dierbaar zijn. Akkoord. Ik laat uw mening absoluut bij u. Geen enkele discussie. Dus volgens mij zijn we daar wel over eens. We gaan zo meteen vast verder discussiëren. Ik had nog één vraag, voorzitter. Die koppel ik graag aan het feit dat u mij toch het woord gaf. Ik had nog een vraag openstaan over de gevolgen voor bodemleven en waterkwaliteit op korte en lange termijn. Is volgens ons een wezenlijk onderdeel. En ik denk dat daar even iets voor over gezegd zou moeten worden. Want ik had gesteld dat het een belangrijk onderdeel moet zijn van de plannen. En ik hoor hem nu eigenlijk niet terug. Dus ik zou daar graag even iets meer informatie over willen hebben. Nog een openstaande vraag dan in de richting van het college. En dat gaat over de bodemgesteldheid en langdurig gebruik. Kijk even naar de heer Breukelman. Of hij daar nog iets over kan zeggen. Zeker. Excuus, ik was in de haast van de amendementen en de moties die vraag vergeten. Maar in de ruimtelijke onderbouwing moet zowel in worden gegaan als bodemleven als waterkwaliteit. En die vindt hij dan ook terug bij de stukken rondom de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voldoende? Akkoord, daarmee zijn volgens mij wel alle vragen beantwoord. Is er nog behoefte aan een schorsing om te praten over de amendementen? Ja. De VVD-fractie vraagt om een schorsing. 5 minuten, hè? Akkoord. De vergadering is geschorst voor 5 minuten. 9:10 vangen wij weer aan. We gaan weer beginnen. Beste mensen, mag ik u verzoeken om uw plaatsen opnieuw in te nemen, voor zover nodig. En dan vangen wij de raadsvergadering opnieuw aan. Dames en heren, ik heropen de vergadering. De raadsvergadering van dinsdag 4 december 2018. Aan de orde is agenda punt 6. De eerste termijn gehad waarin het college heeft gereageerd. En er is om een schorsing gevraagd door de VVD-fractie bij monden van de heer Bak. Dus ik zou hem als eerste het woord willen geven. Dank u wel, voorzitter. En dan maak ik eigenlijk daar gebruik van om dat woord door te geven aan de heer Roelofs en aan de heer Kuipers. Want volgens mij zijn we met elkaar tot overeenstemming gekomen en kunnen zij daar een korte toelichting op geven hoe dan wel het amendement, dan wel de motie aangepast gaat worden. En waarbij het bij het amendement net even iets anders ligt. Dus ik geef het woord even aan de heer Roelofs. Roelofs, u krijgt het woord. Het is nog wel goed om te noemen dat eigenlijk de discussie nog gaat over de teksten van het amendement en de 3 moties die voor liggen. En ik constateer dat die nog steeds in de lucht zijn. De heer Roelofs. Voorzitter, ik hecht al aan vergaderetiketten. Vandaar dat ik even netjes wachtte tot ik het woord van u kreeg en niet van meneer Bak. Ik zou willen zeggen vreugde, vreugde, louter vreugde. We hebben elkaar gevonden in de schorsing. En wie had dat ooit gedacht, zou ik daaraan toe willen voegen. Ik vind het wel heel positief dat na de meerdere positieve inbrengen van verschillende fracties we elkaar toch nog beter hebben gevonden dan hiervoor al. Dat betekent voor het amendement dat ik daar graag aan verder zou toe willen lichten, is dat het gaat om de pilotprojecten. Dat stond wat mij betreft ook al expliciet in het voorliggende voorstel. Maar de werkwijze die wij voorstellen en die wij geamendeerd hebben, gaat expliciet over de pilotprojecten. Akkoord. Daarmee wordt het amendement, schat ik zo, in een stuk behapbaar voor de VVD-fractie. Het staat ook wel verwoord in feite, hè, vervolgen op het doorzetten van de pilotprojecten. Maar het is goed dat het nog eens een keer expliciet benoemd is. Daarmee helder. Dan kijk ik nog even naar de motie in de richting van de ChristenUnie-fractie, de heer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Een kleine textuele verandering. We laten het stukje dan wel een coöperatie uit onze motie. Bullet 2 van het draagt het college op, wordt dan binnen 3 maanden te komen tot een concreet plan die daken voor zonne-energie gaat faciliteren voor particulieren en bedrijven in de gemeente. En nou, het waren 5 hele mooie minuten, want ik mag de motie nu raadsbreed in. Akkoord. Dat heeft daarmee ook wel een mooie opbrengst gehad. En volgens mij waren dat de losse eindjes nog die er waren ten aanzien van het amendement en de 3 moties zoals die er zijn. En dan wil ik uw raad voorstellen, zouden wij over kunnen gaan tot de stemming over het raadsvoorstel wat nu voor ligt. Dat is het geval. En dan constateer ik dat mevrouw Kelder
de zaal gaat verlaten, omdat zij al eerder heeft aangekondigd, ook bij monden van de woordvoerder, niet deel te gaan nemen aan de stemming. Vanwege een mogelijke belangenverstrengeling die er zou kunnen zijn. Dat heeft te maken met grondposities, kan ik u melden. En daarbij ook geen enkele besluitvorming mee zal doen ten aanzien van dit raadsvoorstel. Aan de orde eerst, allereerst stemmen we over het amendement, dan over het voorstel en dan over de moties, dat is de volgorde. Allereerst het amendement zoals dat voor ligt, ingediend door fractie van het CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie op koers.nu. En daar is aan toegevoegd de fractie van 50 plus al. En mag ik constateren dat ook de fractie van de VVD zich daarbij schaadt bij dat amendement. En dan kijk ik naar de overige fracties GroenLinks, akkoord. Dan D66. Wij zijn tegen. D66 is tegen. En de fractie, dan heb ik volgens mij alle fracties daarmee gehad. En is het voorstel met uitzondering van de fractie van D66, ik moet zeggen het amendement, is aangenomen. Al dus besloten. Dat brengt ons bij het voorstel waarover de discussie is geweest. Het duurzaamheidsprogramma, en ik doe het maar even in de samenvatting. Kan uw raad instemmen om de besluit te nemen onder 1 tot en met 4 ten aanzien van de pilotprojecten zoals die zijn omschreven in het voorstel? Ik maak toch maar even het rondje rechtsom. De ChristenUnie akkoord, CDA-fractie akkoord, de fractie van GroenLinks akkoord, VVD-fractie akkoord, D66 akkoord, op koers.nu akkoord en de Partij van de Arbeidsfractie is ook akkoord en 50PLUS is ook akkoord. Daarmee is dit raadsvoorstel raadsbreed aangenomen. Waarvoor dank. Dan achtereenvolgens de ingediende moties. Allereerst motie 2 ingediend door de ChristenUnie. Met een kleine tekstwijziging. De woorden dan wel een coöperatie is weggelaten. Ik constateer dat deze motie, zoals al aangekondigd vanuit de zijde van de ChristenUnie, raadsbreed wordt gesteund. Maar dat lijkt niet helemaal zo te zijn, want ik zie een beweging vanuit de fractie van D66. De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad is er een kleine nuance wat dat betreft. Ook op dit voorstel stemmen wij tegen. Akkoord. Dan dus met uitzondering van de fractie van D66. Het is toch goed dat er nog een voorzitter is die nog even een rondje maakt, zeg maar. Met uitzondering van de fractie van D66 is dit voorstel aangenomen door de andere fracties. Akkoord. Motie nummer 3. Ingediend door de fractie van de VVD. En dat gaat over de agendering van stukken dat ze nog weer terugkomen in de raad in de oriënterende ronde. Ik constateer dat de fracties van de VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA op koers.nu voor zijn. En kijk naar de fractie van GroenLinks. Ook akkoord. D66. Ook akkoord. En daarmee heb ik 50PLUS nog de vraag liggen of zij ook akkoord gaan met deze motie. Dat is het geval. Akkoord, dank u wel. Daarmee is deze motie ook aangenomen. En dan tenslotte motie nummer 4. Pilotprojecten zonneparken ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Meer werk maken van initiëren, ondersteunen van initiatieven, energiecoöperaties. Waarbij Lutte Leeft als voorbeeld kan dienen. Deze motie, ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid, wordt gesteund door de fractie van de CDA, ChristenUnie, op koers.nu, GroenLinks en 50PLUS. Dan kijk ik naar de fractie van de VVD, akkoord, en de fractie van D66, ook akkoord. En daarmee is deze motie raadsbreed, wordt die gesteund. Dank daarvoor. En daarmee zet de gemeente Hardenberg een belangrijke stap in de procedure rondom de verduurzaming van onze gemeente. En kunnen initiatiefnemers hiermee weer verder. En komt dit ongetwijfeld nog wel weer terug. Maar hier is een belangrijke stap mee genomen. Ik constateer dat mevrouw Kelder weer terug is in haar raadszetel. En dat wij doorgaan met het volgende onderwerp op de raadsagenda van vanavond. Dat is het andere bespreekstuk
wat voor ligt. Uitvloeisel van de uitwerking van de begroting die u al eerder heeft vastgesteld. En dat zijn de belastingverordeningen die altijd in december nog even bij u voorbij komen om daar een besluit over te nemen. En wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Wiet, Partij van de Arbeid, de heer Rodemond, D66 en de heer Gelling, VVD, dan 50 plus, anderen nog, niet het geval. Dan begin ik bij de Partij van de Arbeid fractie, de heer Wiet. Van achter het spreekgestoelte. Ja. U bent nu terechtgekomen in een live uitzending van een of andere gemeenteraad elders in Nederland. De heer Wiet is op zoek naar de bijdrage. En u het woord. Ja. Dankjewel, voorzitter. Dit is mijn maiden speech. Even kijken. De motie die ik wil indienen, dat is mede ondertekend door de CDA, ChristenUnie op koers. En het gaat over de trouwleesjes. Voorzitter, in 2016 is er een nieuw trouwbesluit vastgesteld. Het doel daarvan was om de mogelijkheid van bruidsparen te vergroten, om onder bepaalde voorwaarden een van de mooiste dagen van uw leven te bezegelen op een locatie van uw keuze. Vrije locatie. Daar is toen veel gedoe geweest over de leesjes van die toen. Jullie kunnen je nog herinneren, hoop ik, ook voor de nieuwe mensen, de nieuwe raadsleden bedoel ik, de amendement van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie toen in 2015. Dat mevrouw Kloekhorst en de heer Stelpstra in het huwelijk traden hier. Even kijken. Navraag bij enkele van de vorige vaste locaties leert dat het aantal gesloten huwelijken al daar sterk is gedaald. Dus dan rijst gelijk de vraag of de beoogde doelen van het trouwbesluit toen, of de beoogde doelen zijn gehaald. En daarvoor willen we graag een motie indienen, waarbij we het college vragen om te onderzoeken of dat ook zo is. En daar zit een dictum aan. Lees ik even op. We dragen het college op te onderzoeken of de tarieven uit de leesjesverordening 2019 nog in lijn liggen met het destijds aangenomen amendement, te komen met een evaluatie naar het beleid inzake trouwlocaties, waarbij in ieder geval de hoogte van de trouwleesjes wordt betrokken en de effecten van het besluit van december 2015 op de locaties die voorheen als vaste locaties werden aangemerkt. 3. Te komen tot een heroverweging van de leesjestarieven ten aanzien van huwelijksvoortrekkingen op de overige vaste locaties en de alternatieve locaties, met als gewenst resultaat een verlaging van de kosten voor trouwen op een alternatieve locatie, en gaat over tot de orde van de dag. Dan heb ik nog twee vragen. Vraag ons af of het nieuwe trouwbesluit al is geëvalueerd. Zo niet, waarom niet? En zo ja, wat hiervan de uitkomst is. Dank u wel. Akkoord. Ik kijk even rond of er anderen nog over dit onderwerp, deze belastingverordening die hier aan de orde is, nog het woord zouden willen voeren. De heer Gelling, ook over dit thema. Over dit thema SEC. De trouwverordening, zeg maar. Nee, dat is... u maakt een wel heel erg afwijzende houding ten aanzien van dit onderwerp. De heer Stelpstra wel. Mag ik een
korte opmerking plaatsen bij deze motie, voorzitter. Zeker. Ik heb overigens voor vandaag speciaal mijn trouwpak weer aangedaan. Helaas zie ik mijn bruid niet in haar jurk, maar wellicht de volgende keer. Ik wil bij deze wel graag even aangeven dat voor ons het wel heel belangrijk is dat het laagste trouwtarief, zoals dat hier in dit huis plaatsvindt, gehandhaafd blijft. Het moet er in onze optiek niet toe leiden dat de externe locaties goedkoper worden ten opzichte van de vaste locatie in dat kader. Ik vind het wel even belangrijk om dat hier te benoemen. Akkoord. Wat mij betreft mag u gaan zitten. Wil ik vanaf deze plek de beantwoording voor mijn rekening nemen. Omdat het even vanuit de inhoud gaat, burgerzaken, dienstverlening, zeg maar. En om ook elke schijn van belangenverstrengeling ook te voorkomen met buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, zeg maar, die ook hier met dit thema belast zijn. De motie gelezen hebben, kan ik u aangeven, ook uw vraag die u stelt over het nieuwe trouwbeleid. Bij mijn weten is dat nog niet geëvalueerd. Het heeft nog niet het college gepasseerd. Dus eigenlijk is het ook wel een mooi moment om nu na een aantal jaren ook eens te kijken van hoe heeft dit nu uitgepakt. We hebben als college ook wel signalen gekregen daaromtrent. Hè, dat er toch zorg is in een aantal locaties over het teruglopen van trouwactiviteiten. Dus het is ook goed om dat te inventariseren. En wat dat betreft heeft het college ook, denk ik, kijk even achterom, voor zover het college, ja, dat is aanwezig. Heeft het college aangegeven ook hier onderzoek naar te willen doen en in die zin deze motie ook kan onderschrijven en ook wil uitvoeren, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Waarbij we ook rekening houden met de kanttekening die van de zijde van de ChristenUnie is gemaakt zojuist. Dus wij kunnen deze motie overnemen. Akkoord? Gaan we hem straks in stemming brengen bij de stemronde. Dan ga ik het rondje verder maken. Er hadden zich nog een aantal mensen voor dit agendapunt gemeld. De allereerste fractie van de VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. In navolging van de vorige spreker kan ik me nog herinneren hoe het huwelijk hier voltrokken werd tussen meneer Stelstra en mevrouw Kloekhorst. Ik begrijp alleen dat nu meneer Stelstra zijn trouwpak nog aan heeft voor deze gelegenheid en mevrouw Kloekhorst niet, waar ook het voorstel in de begroting vandaan kwam om de huwelijkstherapie weer een nieuw leven in te breiden. Want die is hier kennelijk op zijn plaats. Voordat we het toch over de begroting hebben, het raadsvoorstel wat nu voor ligt is een uitvloeisel van die begroting. Een begroting die wat onze fractie betreft meerjarig negatief was, maar daar kun je in dit huis kennelijk over van mening verschillen. Want volgens u allen was de begroting meerjarig positief. Hoe het ook zij, om het huishoudboekje sluitend te krijgen, moet u putten uit de reservepositie of, zo u wilt, het bekende spaarpotje. Die daardoor nogmaals met 10 miljoen af gaat nemen. Mijn fractie vindt dat onwenselijk en voorziet dus twee mogelijkheden om meerjarig positief af te sluiten. 1 is minder uitgeven en 2 is de inkomsten of de belastingen te verhogen. U doet beide niet. Met het eerste punt hebben wij een grote moeite. De uitgaven zouden we ons even minder mogen. Maar met punt 2 hebben wij geen moeite. De belastingen worden niet verhoogd en dat is prima. De afname van de reservepositie is het gevolg van uw begroting en dus ook uw verantwoordelijkheid. Mooi om te zien dat de OZB niet verhoogd wordt, althans niet meer dan met de inflatiecorrectie en zelfs verlaagd wat betreft het tarief vanwege de waardestijging van de woningen. Chapeau. Mooi om te lezen dat u met de recreatieondernemers in gesprek gaat om de manier van heffen van de forensenbelasting te heroverwegen die kennelijk als bewerkelijk wordt ervaren. Toch, voorzitter, sta ik hier omdat ik nogmaals, ik heb het al 5 jaar eerder geprobeerd, nog een poging wil ondernemen ter zake de afvalstofverheffing om het dividenduitkering van de ROVA. Toch uiteindelijk, en ik zal het niet voor dit jaar voorstellen, maar ik wil u meegeven voor een volgende begroting, om de dividenduitkering van de ROVA die telkens plaatsvindt, zo'n 350.000 euro, om die toe te voegen aan de reserve van de afvalstofverheffing. Dat is namelijk voor de crisis altijd gebeurd en ter zake de crisis is dit een maatregel geweest om uit de financiële problemen te komen in het kader van tegen de stroom in. Waarom probeer ik het nu nog een keer? Want na 5 keer botvangen zou je denken dat een goed verstaander genoeg weet. Ik durf het weer voor te stellen omdat in het voorstel staat dat de kosten van de afvalverbranding voor de komende jaren gaan toenemen. Die kunnen nog 1 jaar gedekt worden uit de algemene reserve, maar als ik het goed lees, daarna is dat gebeurd. En dat lijkt mij nou de ideale aanknopingspunt om voor volgend jaar nog een keer te gaan overwegen om deze 350.000 euro wederom niet in de algemene middelen te laten terechtkomen, maar in
reserveregeling voor de afvalstofverheffing, zodat daar in ieder geval geen verhoging van hoeft plaats te vinden. Omdat wij ten principiële vinden dat als de ROVA geld verdient op het ophalen van ons afval, dat terug moet in de afvalreserve. Nogmaals, u vraagt veel van de burgers en dan zou dit een maatregel zijn die volgens mij bij de volgende begroting uitstekend zou passen ter compensatie van eventuele lastenverhoging. Dank u wel. Kort, dank u wel voor de bijdrage van de VVD-fractie. U geeft alvast wat mee voor volgend jaar. De heer Stelpstra heeft daarover nog opmerking, dan wel een vraag. Loopt u maar door. Hoor. Ik wou alleen even de opmerking maken dat de heer Gelling al een voorzetje doet voor de kaderstelling voor volgend jaar. Want daar past dit onderwerp goed in. Waarvan akte. Akkoord. De fractie van 50PLUS over dit agendapunt. De belastingverordeningen. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Ik lees in de vergunningen en ontheffingen in artikel 2, het derde lid, dat er speciaal ontheffingen zijn voor parkeren van 50 euro per jaar voor mantelzorgers. Is dit bekend bij de mantelzorgorganisatie Carinova? Dan heb ik nog een opmerking over de parkeerbelasting. Er worden diverse keren genoemd de parkeergelegenheden bij het zwembad. Het lijkt me niet meer dat dat voor toepassing is. Tot zover. Akkoord. Twee wat meer technische vragen eigenlijk. Ik heb geen idee of dat, ik wou het zeggen, op dit moment te beantwoorden is. Dat denk ik niet. Ik zou een voorstel met u willen maken om dat even na te zoeken. Dat u daar morgen antwoord op krijgt op die twee concrete vragen. Dat is akkoord, hoor ik u zeggen. Dat betekent dat wij volgens mij over kunnen gaan tot de stemming over dit bespreekstuk. En ik vraag u, allereerst is er behoefte aan een stemverklaring, anders dan wat we gehoord hebben al. Dat is niet het geval, dan vraag ik u, kunt u instemmen met de voorstellen rondom de belastingverordeningen en de bijbehorende tarieftabellen voor het jaar 2019? ChristenUnie-akkoord, CDA-akkoord, GroenLinks, VVD-akkoord, D66-akkoord, op koerspunt nu. En de Partij van de Arbeidsfractie en 50PLUS akkoord. En daarmee zijn de verordeningen aangenomen en gelden die als uitgangspunt voor het komend jaar. We hebben nog wel de motie liggen. Inderdaad, de motie over de evaluatie rondom de trouwleges. Daarbij ook al een oproep om te kijken naar een verlaging van kosten voor de alternatieve locaties. Het college is genegen om deze uit te voeren. De motie wordt gesteund door de Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie op koerspunt nu. Ik kijk even in de richting van de ChristenUnie. Akkoord met de motie van de Partij van de Arbeid. GroenLinks kan ook instemmen. De VVD-fractie akkoord. D66 akkoord met deze fractie. En daarmee is ook deze motie raadsbreed. 50PLUS is ook akkoord. Ja. Nog net binnen de hamerslag is die ook meegenomen. Dus er is niets aan de hand, constateer ik. Daarmee is deze motie ook raadsbreed aangenomen en zal worden uitgevoerd. Komen wij bij de hamerstukken van de vergadering van vanavond. Agenda punt 8, het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Wemerveldweg 4 in Balkbrug. Stemverklaring, de heer Odink. Dank u wel, voorzitter. We willen onze waardering uitspreken voor de flexibiliteit en de bereidheid van de wethouder, de ambtelijke organisatie en de initiatiefnemer om over dit dossier, op verzoek van de Raad, nogmaals met de indiende van de zienswijze te spreken. We zijn akkoord met het raadsvoorstel en wensen de initiatiefnemers veel succes toe met de verdere uitvoering van hun plan. Akkoord, mooi, dank u wel. Andere stemverklaringen? Niet aan de orde. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voorligt? Dat is akkoord. Akkoord. Alle aanwezige raadsleden stemmen hiermee in. Agenda punt 9. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. De Vaat, omgeving Aanen. De heer Van den Berg zal ook vanwege mogelijk belangenconflict de zaal verlaten. Niet deelnemen aan de stemming. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel. 50PLUS akkoord. En de andere fracties hier aanwezig zijn ook akkoord. Dat is het geval. Dan is ook daarmee dit voorstel aangenomen. Agenda punt
10. Inrichtingsplan Vechtpark Gramsberg. De heer Van den Berg zit weer op zijn zetel en doet weer, neemt weer deel aan de beraadslaging, of aan de besluitvorming moet ik zeggen. Inrichtingsplan Vechtpark Gramsberg. Behoefte aan een stemverklaring is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel. Alle aanwezige fracties, raadsleden stemmen in. Akkoord. Dank u wel. Agenda punt 11. Vaststelling bestemmingsplan 110 kV-kabel Hardenberg-Koevorden. Een belangrijke verbinding, kan ik u zeggen, waar stroom in zit, energie in zit. Stemverklaring niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel. Akkoord. Agenda punt 12. Het normenkader voor de accountantscontrole voor Hardenberg. Geen stemverklaring. U kunt instemmen met het voorstel dat voor ligt. Dat is het geval, constateer ik. En dat brengt ons bij agenda punt 13, de lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering van 4 december 2018. U bent akkoord met de wijze van afdoening. Dat is het geval. En dan komen wij bij agenda punt 14, de rondvraag van vanavond voor deze raadsvergadering. Is er nog behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval, constateer ik. En dan brengt ons bij agenda punt 15, de sluiting van deze raadsvergadering. Iets langer geduurd dan we hadden voorzien, maar wel mooie besluiten genomen. Dus daarvoor wil ik de gemeenteraad hartelijk dank zeggen. Ik sluit de vergadering. 10 minuten pauze. Akkoord, 10 minuten pauze en dan vervolgen wij de oriënterende ronde hier in deze zaal. Akkoord, de vergadering is gesloten.